Nou, zo langzaamaan zijn de meeste mensen wel binnen. Dus nogmaals welkom, ook voor de mensen die net zijn binnengekomen bij dit webinar Schuld, Hulpverlening en Gezondheid. Zorgen voor een win-win op deze mooie zonnige ochtend. Ja, we hebben een fantastisch aantal aanmeldingen. We kunnen wel zien dat het onderwerp leeft op dit moment. En we willen heel graag met jullie vanuit het programma Gezond In de meest actuele kennis delen op het gebied van schuldhulpverlening en gezondheid. En onze centrale vraag in dit webinar is dan ook: hoe kun je het proces van schuldhulpverlening verbeteren zodat het effectiever wordt en positieve effecten heeft op de gezondheid? Ik heb hier nogmaals even de centrale vraag herhaald. En als eerste zou ik eventjes ook willen weten wie we allemaal in de zaal hebben zitten. We hebben een ontzettend grote lijst gekregen en u kunt hier een poll invullen. In eerste plaats, ben je hier vanuit het domein schuldhulpverlening? Of in eerste plaats vanuit het domein gezondheid? Kan natuurlijk ook vanuit allebei of iets anders zijn. Dus jullie mogen hem gaan invullen. En de tweede vraag is, vanuit beleid of vanuit uitvoering? Hebben we daar ook een beeld van? Ja, je ziet al wel dat er veel vanuit de schuldhulpverlening komt, maar ook vanuit gezondheid, dat is mooi. En dat het ook vanuit beleid en uitvoering een beetje verdeeld is. Ja, hartstikke mooi. Bijna iedereen heeft hem ingevuld. Ja, en dat is eigenlijk ook het doel, omdat het wat gekoppeld is aan onze centrale vraag, is hoe kun je elkaar versterken vanuit verschillende domeinen, maar ook in je dienstverlening zelf, door breed te kijken, integraal te werken, et cetera. Nou, en ik vind het heel mooi dat het aantal deelnemers vanuit verschillende hoeken laat zien dat we dat met elkaar kunnen opzoeken. Ik ga nu de poll beëindigen. Ja, dankjewel. En verder met de presentatie. Ik zei net al, vanuit het programma Gezond In organiseren we dit webinar. Voor sommige mensen kennen misschien nog niet dit programma. Wij doen dit vanuit de organisatie VAROP, Expertise Centrum Gezondheidsverschillen, sinds 2014. Ja. Ik hoor wat achtergrondgeluid. Zouden misschien mensen hun geluid opnieuw willen zetten? Ja, volgens mij is het gelukt. Wij ondersteunen verschillende gemeenten, zo ruim 155 gemeenten, sinds 2014 om een integrale aanpak op gezondheidsverschillen te ontwikkelen. Dit doen wij heel erg met hen samen. En wij proberen ook daarin heel veel kennis over en weer tussen gemeenten te delen, maar ook met nieuwe kennis te ontwikkelen, met gemeenten samen, maar ook met kennisorganisaties. En dit doen we dus ook vandaag in dit webinar. En wij, zeg maar, ons uitgangspunt is dat gezondheid breder is dan alleen maar leefstijl. Je ziet hier ook, dit wordt ook ondersteund door een WHO Equity Status Report in 2019 uitgekomen. Want gezondheid en gezondheidsverschillen worden niet alleen maar bepaald door lichamelijke gezondheid, door je leefstijl, maar door heel veel andere factoren die een rol spelen. En je ziet ook dat dat oranje stuk, dat gaat over bestaanszekerheid en social protection, dat is waar we hier vandaag voor in de zaal zitten. Dat heeft een enorme impact op gezondheid. En dat is ook hoe we altijd samen met gemeenten kijken in dit programma, in onze advisering. Ja, hoe kun je aan leefstijl werken, maar hoe kun je ook aan die achterliggende oorzaken werken? En aan welke knoppen kun je het beste draaien of vanuit welk niveau? Nou, dat even kort over het kader van ons programma. We zijn weer even terug bij het webinar. Even kort het programma nog voor jullie. We hebben verschillende sprekers in ons midden vandaag. Naast mijn collega Edith Smulders, Sanne Niemer en mezelf hebben we drie sprekers in ons midden. Als eerste gaat Hanneke de Bruin in op het onderzoek over drempelslechten, belemmeringen die lage opgeleide ervaren als zij gebruik maken van schulddienstverlening. En Frank van Jeveren gaat daarna verder over het onderzoek naar klantmonitoring, hoe een gedifferentieerde aanpak helpt om de effectiviteit van hulpverlening te verbeteren.
En onze collega Faya Hemke, die gaat iets vertellen over haar onderzoek in Utrecht-Kanaleiland over cultuursensitief werken en stresssensitief werken aan schulden in de wijk. Nou, na iedere spreker zal er ook gelegenheid zijn om hen vragen te stellen. Die vragen kunnen jullie in de chat alvast stellen tijdens hun presentatie. En dan na iedere spreker behandelen we die vragen met hen. Maar ook op het eind is er nog ruimte om met elkaar in gesprek te gaan met de sprekers, maar ook onderling op een aantal vraagstukken. Nog eventjes een aantal praktische mededelingen. Wij nemen dit webinar op, zodat er ook gelegenheid is voor mensen om dit terug te kunnen kijken. En, nou, we hebben geen breakout rooms dit keer. Dat wilde ik ook nog even benoemen. En volgens mij heb ik voor de rest alles gezegd. Heel even nog over die samenhang tussen gezondheid en geldzorgen. Ik wil daarmee eventjes illustreren een afbeelding uit de dataverzameling in de stad Utrecht. Zij hebben gevraagd aan mensen die moeite hebben met rondkomen, of grote moeite hebben met rondkomen, ja, wat voor problemen ervaren zij nog meer. En je ziet dan ook een stapeling van problemen op het mentale en het fysieke vlak. Dus financiële problemen komen vaak nooit op zichzelf. En geldzorgen en gezondheid hangen ook nog samen via chronische stress. Als er lange geldzorgen zijn, dan zijn er ook vaker, is er vaak aanhoudende stress. En dat veroorzaakt meer ziekte, maar ook een slechtere mentale en fysieke gezondheid. Mijn collega Faya Hemke zal daar echt straks uitgebreid op ingaan. Dit was even om het kader te schetsen van dit webinar. En dan wil ik nu graag het woord geven aan de eerste spreker, Hanneke de Bruin. Zou je jezelf willen voorstellen en starten met je presentatie? Ja, natuurlijk. Dankjewel, Hanneke. Mijn naam is Hanneke de Bruin. Ik ben zelfstandig onderzoeker en adviseur. Heel veel werk ik in het sociaal domein. En ik doe dus ook onderzoek. En daar zal ik vandaag iets over zeggen. En dat onderzoek heb ik gedaan in samenwerking met het lectoraat Schulden en Incasso. Dat wordt geleid onder meer door Nadja Jongman. Ik denk dat u haar veel beter kent dan ikzelf, dan mijzelf. Maar je moet het met mij doen vandaag. En ik heb met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt. Dus ik hoop dat ook over te brengen. Even denken, ik heb net heel even gerend, want er werd bij mij aangebeld. Het ligt buiten adem, maar dat komt helemaal goed. Dat wat betreft mijn voorstellen, mijn presentatie. Ik ga een klokje zetten. Ik hou heel erg van veel en lang praten. En dat mag niet, dus daar gaan we. Welkom allemaal. Wij, Nadja Jongman, Elle Uiters en Danielle Laco van het lectoraat, hebben onderzoek gedaan naar drempels, slechte in de publieke dienstverlening. En hebben gezocht naar belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als ze gebruik maken van de publieke dienstverlening. Dat is niet alleen de schuldhulpverlening, daar hebben we zeker ook naar gekeken. Maar ook het Centraal Administratiekantoor, de Sociale Dienst en de reïntegratietrajecten. Mijn presentatie wordt doorgeklikt door iemand anders, dus ik zeg soms de volgende slide graag. En die mag nu komen. Oké, ja, hij is er. Heel fijn. De hoofdvraag van ons onderzoek was: welke belemmeringen ervaren lager opgeleide in de samenwerking tussen professionals en bijvoorbeeld mensen die werken in de schuldhulpverlening? En wat kunnen we doen? Dat is dan de tweede vraag natuurlijk, om die belemmeringen op te heffen. Voor vandaag hebben we ook gekeken naar, of heb ik ook gekeken naar het opheffen van die belemmeringen. Wat doet dat nou met de gezondheid van de persoon? Nou, daar zal inderdaad Faya over spreken, want hoe minder stress mensen hebben, hoe meer ruimte er is ook in het hoofd om de eigen zaken aan te pakken en hoe meer aandacht er is voor de gezondheid en voor andere zaken. Voor vandaag zal ik wat zeggen over die belemmeringen die de lager opgeleide ervaren en wat we eraan kunnen doen om die weg te nemen. In de volgende slide
wil ik heel even ingaan op de doelgroep. We hebben hier in dit onderzoek enkel en alleen gekeken naar lager opgeleide. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die gebruik maken van de schuldhulpverlening of van het sociaal domein. Maar hier hebben we voornamelijk gekeken naar lager opgeleide. Waarom? Omdat we zien dat de samenwerking tussen de professional en deze klanten nog stroever verloopt dan andere samenwerkingen, als ze al stroef verlopen. Want zeker niet alle samenwerkingen verlopen natuurlijk stroef. Er zijn twee dingen, denk ik, die belangrijk zijn om te vertellen over deze doelgroep. Eén is dat veel mensen die lager opgeleid zijn, meer problemen ervaren in het leven. Er staat hier links opeenstapeling van verschillende opgaven in het leven. Dat zegt het eigenlijk heel mooi, waardoor stress toeneemt en de algemene gezondheid onder druk komt te staan. In het linker of in het plaatje, rechts denk ik ook van u, voor mij ook, staan een aantal van dat soort factoren. En dat gaat dan over zwaarder werken, minder prettige arbeidsomstandigheden, onder minder fijne omstandigheden werken, minder financiële middelen hebben, minder digitaal vaardig zijn, et cetera. U kent ze ongetwijfeld. En dat heeft invloed op de gezondheid. Dat zien we rechts ook. Dat is een van de zaken die heel erg belangrijk is om te onderkennen en te willen zien als het gaat over deze doelgroep. Hoe meer stress, hoe meer problemen ook om problemen op te lossen. Het andere wat ook speelt binnen het sociaal domein en in de hele maatschappij is de transformatie van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dat is een prachtig voornemen. Zelfmanagement is key, dan we moeten het allemaal zelf doen. Als je problemen hebt, dan is zelf doen een stuk lastiger dan als je geen problemen hebt. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Zelfmanagement veronderstelt ook dat je een planning hebt, een time management kan beheren of een agenda kan beheren, een time management doet, een volle telefoon hebt, et cetera. Dat is voor deze doelgroep een stuk lastiger. Goed, voor zover. In de volgende slide laat ik heel kort zien wat het onderzoek heeft ingehouden. Dat is voor je wat minder interessant, maar wel belangrijk om een beetje de basis te kennen. Het bestaat uit twee fases, een onderzoek van 2 jaar geweest. Eén is de focus geweest op de belemmeringen zelf. Welke belemmeringen worden ervaren? Waarbij zowel professionals als cliënten evenwaardig aan bod zijn gekomen in diepte-interviews. En in fase 2, dat is afgelopen jaar geweest, of 2020, het coronajaar, hebben we gekeken, oké, als we nu weten wat die belemmeringen zijn, hoe kunnen we dan die belemmeringen wegnemen? Of wat zou ons advies dan zijn? En daarvoor hebben we professionals gesproken in het hele land. Dat was buitengewoon interessant en leuk. In de volgende slide zien we welke belemmeringen in eerste instantie worden ervaren. We hebben dit pas later harde belemmeringen genoemd. En die belemmeringen kent u ook. Een brief die te moeilijk is, een gesprek dat te ingewikkeld is, schaamte die speelt, een website die je eigenlijk niet kan bereiken. Misschien heb je geen computer, misschien heb je geen wifi, misschien weet je überhaupt niet hoe het moet. Moet je inloggen met DigiD, loop je vast. Een ontvangstruimte waar iedereen je kan zien, dat is onpersoonlijk. En vooral als je je heel erg onprettig voelt, is dat lastig. Vervoer, geen geld hebben voor de bus, geen fiets hebben om naar het kantoor te komen van de gemeente. Harde belemmeringen, dat waren proceselementen die onderzocht moesten worden voor dit onderzoek. En de uitkomsten waren wat u hier ziet. De cliënten ervaren dit, de professionals ervaren dit. En het enige wat daar nou eigenlijk verrassend aan was, is dat cliënten en professionals eigenlijk dezelfde ervaringen hadden. Daar waar de cliënt vastliep in het systeem omdat hij het niet begreep, liep de professional ook vaak in het systeem vast, omdat er allerlei regels waren waar hij zich aan moest houden. En eigenlijk dan dus ook niet de steun kon bieden die wilde. Dus er is vervolgens gevraagd, en dat is het moment waarop ik het onderzoek ben ingestapt, doe eens een tweede analyse op al die interviews. En wat zien we dan? In de volgende dia zie je een deel van mijn werk hierin. Alle interviews heb ik opnieuw bekeken. En heb ik alleen maar, dat was pas na een tweede lezing, gescand op woorden die een bepaalde emotie of een beleving uitdrukken. Daar is niet initieel naar gevraagd in dit onderzoek. En toch bleek dat ongevraagd heel veel mensen zeiden, ik ben bang, ik durf niet. Ik ben boos, ik baal van jullie, ik vertrouw jullie niet. Mensen waren onzeker, mensen waren kwaad. Mensen voelden zich niet serieus genomen. Mensen wisten eigenlijk niet hoe ze hun hulpvraag moesten formuleren. En hadden daar ook weer schaamte over. Nou, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we zagen, hé, er zijn harde belemmeringen en zachte belemmeringen. Nog steeds eigenlijk niks frappants, dat weten we wel, dat kennen we zelf natuurlijk ook. Maar de doorwerking van hard en zacht op elkaar, dat vonden we was heel frappant hier.
In de volgende slide, ik weet eigenlijk niet meer welke slide. Ja, deze slide staat. Zie je dat? We hebben gekeken naar als je de 6 basisemoties neemt. Van vreugde, verdriet, angst, woede, schaamte en walging. Wat zien we dan terug in die interviews aan beleving? Nou, vreugde staat hierbij. En dat werd zeker genoemd. Mensen die blij zijn dat ze geholpen zijn. Blij zijn dat ze gehoord worden. Daar gaat het enorm op. Blij zijn dat ze niet een nummer zijn, maar een mens. Blij zijn dat ze extra tijd krijgen. Dat kwam terug. Maar heel beperkt helaas. Wat veel meer terugkwam was eenzaamheid en wanhoop en melancholie. Spanning, stress. Nou, het staat hier allemaal. Aversie, afkeer bij walging. Letterlijk dat je niet wil komen omdat je het niet vertrouwt. Die emoties werken door op die samenwerking. Vermijdende passiviteit zagen we veel. Negatieve verwachtingen. Ach, ze gaan me toch niet helpen. Ze willen me toch niet steunen. Ik mag toch die opleiding niet doen. Weerstand. Ik wil niet. Ik ga, ik doe er niet aan mee. Waarom moet ik dit? En wantrouwen. Die doorwerking zag je in citaten terug, in heel veel citaten. Ik weet niet, er staan er 2 naast. Ik ben bang voor brieven, want er zal vast iets niet goed gegaan zijn. Het is iets wat je heel veel terug zag. Ik durf eigenlijk niet te bellen, want misschien gaan ze nu wel iets van mij afnemen. Misschien moet ik nu iets doen wat ik eigenlijk niet kan. In de volgende slide zie je hoe die doorwerking verloopt. Even kijken naar de tijd. Bovenaan ziet u de cliënt en onderaan ziet u de beleving van de professional. Want beide zijn in dit eerste fase van het onderzoek gehoord. Wat gebeurt er nou? Dit is een soort keten, een soort domino die we zagen gebeuren. Een cliënt moet een uitkering aanvragen of moet naar schuldhulpverlening. Hij moet zich online aanmelden. Eigenlijk kan ik dat helemaal niet. Ik durf dat eigenlijk helemaal niet, denkt die cliënt. En er komt een gevoel van angst naar boven. In die angst raakt hij nog gestresster en zie je dat mensen dingen maar half invullen. Ook omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten invullen of dat ze het niet kunnen of dat ze alweer in de bibliotheek aan hun 10 minuten of een half uur toe zijn. Die online aanmelding die komt vaak maar onvolledig bij de schuldhulpverlening of bij de professional. Daar ontstaat wat irritatie. Dit beeld, deze icoon van irritatie is heel sterk uitgedrukt. En dat hebben we ook teruggehoord bij professionals. Nou, zo erg is mijn irritatie ook niet. Ik ben er wel aan gewend. Dat klopt. Dat horen we heel vaak. En als u hierdoor geïrriteerd raakt, doe het vooral niet. Maar er gebeurt ook iets met u als professional. En dat is ook omdat u mens bent. En de meeste professionals die wij hebben gesproken, of eigenlijk alle professionals die we hebben gesproken, zijn zeer... Vanuit een hele sterke intentie om te helpen, gedreven om dit werk te doen. Dus als je dan je werk wil doen, maar je kan het niet doen, werkt dat ook bij de professional een drempel op. Dat willen we hier eigenlijk maar zeggen. Dan zitten we in die stap 2. En dan gaat dat eigenlijk dat proces door. Want al die processen verlopen een bepaald stramien. Een stap 1, een stap 2, een stap 3 komt er een gesprek. Er is nog steeds angst, er is ook schaamte voor het feit dat je schuld hebt. We zien mensen met schuld als schuldenaars. Mensen die schuld hebben aan hun schuld. Niet dat u dat ziet, niet dat ik dat ziet, niet dat wij dat allemaal zien. Maar dat is een stereotypering die echt geldt in de maatschappij. En dat internaliseren we allemaal een beetje. Minimaal. Er is weerzin tegen zo'n gesprek. In zo'n stap 3 en 4 die samengaan in zo'n gesprek, voelt vaak een professional een soort van ongerustheid. Kan ik deze persoon wel helpen? Is hij wel te helpen? Wil hij wel geholpen worden? Loop ik hier niet vast in mijn tijd? Allerlei proceselementen die daar fout gaan. Om het niet te lang hierover te gaan, deze interferentie tussen die beleving en die proceselementen hebben ertoe geleid dat we tot een conclusie komen dat we bepaalde dingen niet kunnen doen en andere dingen wel. In de volgende slide geef ik aan dat we uit het onderzoek, het was eigenlijk best een klus, want het klinkt zo makkelijk, maar het was best lastig, moet ik u eerlijk bekennen, waren er 3 woorden die steeds terugkomen. Begrijp ik wel wat jij zegt? Begrijp ik jouw situatie? Ik, professional, met een vaste baan, vaak met inkomen, met een vast inkomen, met misschien wat minder, met waarschijnlijk minder schulden of geen schulden dan degene die voor je zit, heb een heel ander perspectief op het leven vaak dan degene die voor je zit. Begrijp ik waar jij vandaan komt? Begrijp ik de keuzes die jij maakt? En als ik dat niet begrijp,
kan ik jou dan nog helpen? Hè? Wil ik jou dan nog wel helpen? Als ik de hele tijd het gevoel krijg dat jij eigenlijk niet wil. Of dat jij eigenlijk niet je afspraken nakomt. Kan ik jou helpen? Het systeem, dat is niet alleen voor degene, voor de lager opgeleide, vaak een heel groot probleem. Maar ook voor degene die ermee moet werken. Administratie die op je drukt. Regels die continu je beperken. Wat is jouw discretionaire ruimte? Daar hebben we naar gekeken. En dan kwamen we op het volgende. Mag ik de volgende dia? Begrijpen. Cliënten vertellen vaak dat ze niet goed begrijpen hoe het traject in elkaar zit. Ik zei het al. Professionals zeggen dat zij lang niet altijd de overweging en het gedrag van hun cliënten begrijpen. Dat ontmoet geen neutrale grond om te onderhandelen. Dat is lastig. Dit is ongewild. Hè? Dus dat, laat ik dat benadrukken. Het is niet zo dat zowel de klant als de professional denkt, ik heb er eigenlijk geen zin in en ik wil het ook niet begrijpen. Dit is een proces dat iets opwekt bij mensen. Begrijpen is één. Begrijp ik jou? Begrijp ik jouw situatie? De tweede pijler is in de volgende dia. Kunnen cliënten vertellen ook... Cliënten vertellen ook dat ze het nog best lastig vinden om te doen wat er van hen gevraagd wordt. Vaak weten ze niet hoe het moet. Vaak denken ze te weten dat ze het niet kunnen. Het gevolg is dat ze niet vanzelfsprekend doen wat gedaan moet worden. Dus dat jij als professional X verwacht, terwijl zij helemaal niet weten dat X wordt verwacht. En dus leveren ze niet. Dat wekt irritatie op of dat zorgt in ieder geval voor extra tijd. Professionals vertellen dat ze cliënten niet altijd kunnen geven wat ze nodig hebben. Ik wil je wel steunen, maar ik heb te maken met de AVG. Ik mag niet bellen. Ik wil wel steunen, maar ik heb maar 10 minuten. Ik wil wel dit voor u doen, maar dit moet u echt zelf doen. Kunnen is dat. En willen gaat over de intentie. Dat is in de volgende slide. Cliënten vertellen dat er een beroep op de publieke dienstverlening vaak eerder een noodzaak is dan een wens. Ja, ook een inkoper natuurlijk. Wie wil er nu naar de schuldhulpverlening? Waarschijnlijk niemand. Onvrijwilligheid, en dat is goed om je te beseffen, onvrijwilligheid beperkt vaak de wil om samen te werken en om je aan de regels en de afspraken te houden. Nou, denk aan een kind die graag iets wil, maar niet krijgt. Die wil ook niet meewerken naar iets anders, die wil meewerken naar het krijgen natuurlijk. Professionals vertellen dat ze verbazing en irritatie en andere beleveringen er ook wel aan kunnen bijdragen dat ze het lastiger vinden om bepaalde cliënten samen te werken. Een cliënt die uitgezakt voor je zit. Eigenlijk geen zin in. Is dat een teken van dat hij er geen zin in heeft om met jou samen te werken? Of is het een teken van schaamte misschien? Is het een teken van desinteresse? Vaak niet. Maar vaak is het een teken van, ik weet eigenlijk helemaal niet wat hier gevraagd wordt. Belevingen van klantcontact werken ook door in de wil om samen te werken. Oké, ik moet snel gaan afronden en naar een belangrijk punt. Ik zie mensen knikken. Harde en zachte belemmeringen werken op elkaar door. Dat is een van de conclusies. We hebben slechts beperkt, en dat is een belangrijke, invloed op het handelen van de cliënt. U ook al doet u uw stinkende best, de cliënt kan niet in alle facetten worden gevormd. We hebben wet en regelgeving, kunnen we niets aan doen. Wel kunnen we blijven aan de verbetering van proceselementen. Brieven eenvoudiger maken, zorgen dat de website toegankelijk is. Zorgen dat je mensen helpt met die website. Maar belangrijker hier is, we kunnen de professional wel ondersteunen in het eigen functioneren, maar in eerste instantie in het onderzoeken van het eigen functioneren. En dat is denk ik belangrijk. De volgende slide laat zien wat we daaraan hebben gedaan. Mijn tijd is om. Maar ik maak het even af. We hebben een self-assessment tool ontwikkeld hierin, op basis van wat professionals ons hebben verteld. En die gaat over deze drie pijlers. Over begrijpen, willen en kunnen. Dit is assessment. U kunt het later gewoon gratis downloaden en interactief doen met uw team. Het gaat over een aantal stellingen die u beantwoordt. Op basis van de antwoorden kunt u gaan analyseren. Wat doe ik? Hoe zie ik mijzelf? Wat zijn mijn normen hierin? Wat kan ik eigenlijk? Waar moet ik nog bijgeschoold worden? En daar biedt dit assessment ook een perspectief op. Het perspectief van de ander. Waar het om gaat, en dat is de laatste slide, denk ik, is het belangrijk dat als je gaat monitoren op die drie samenwerkingspijlers als een team of als professional zelf, is het niet alleen relevant om begrijpen, willen en kunnen goed te doorgronden, maar voornamelijk ook te durven kijken naar jezelf. En dat is best heel eng. Je eigen blinde vlek vinden is ook zeggen, iets kan ik niet, of iets durf ik niet, of ik vind iets heel reuze irritant. Dat mag ook. En het feit dat je dat vindt, is niet zo erg.
Het feit dat je er misschien niks mee durft te doen, dat is jammer voor jou als professional, maar ook voor de cliënt die geholpen moet worden. En dat brengt mij tot het einde en ook naar het volgende. Als die cliënt wordt geholpen, kan het stress reduceren en kan er meer ruimte komen voor gezondheid. Dat is voor de cliënt reuze belangrijk. Voor de professional is dat differentiëren heel erg relevant om meer lol en nog steeds lol te blijven houden in je werk. Mijn tijd was om. Dus ik eindig ook mee. Je ziet de laatste slide wordt ook gedeeld. Daar is alle informatie van de rapporten, een animatie en het assessment dat je kunt downloaden. Dank je. Hartelijk dank, Hanneke, voor je zeer interessante verhaal. Ik heb tot op heden nog geen vraag in de chat gekregen, maar wie weet komt er nog een aantal vragen daarboven. Volgens mij was jouw verhaal gewoon heel helder en duidelijk. Ik heb wel in ons gesprek dat wij hier van tevoren hadden, in je eindpleidooi zei je ook van als je die samenwerking kan verbeteren in die dienstverlening, werkt het natuurlijk door op de gezondheid van mensen. Ja. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk om te benoemen, nog een keertje. En ik had uiteindelijk nog één vraag, want jij benoemde, je had het over zachte en harde drempels in die drie pijlers, hè, in het begrijpen, maar ook in het kunnen en het willen. Klopt dat je bijvoorbeeld te maken hebt met externe drempels, dus drempels die buiten jouzelf als dienstverlener, als professionals liggen, als interne drempels? Ja, als je het hebt over begrijpen, hoe, en heb je daar ook suggesties in hoe dat, hoe je dat binnen je eigen organisatie goed kunt analyseren? Ja, het is een fijne vraag dat je die stelt, want er is veel te vertellen eigenlijk over dit onderzoek en dit is best een relevant punt. Ja, er zijn externe drempels, dat is helder. Hè? We hoeven alleen maar die brieven te benoemen of tijd te noemen, dat is natuurlijk extern. Maar wat we gehoord hebben, en dat was reuze interessant in de gesprek met professionals, ook vanuit hun eerlijkheid, waarin ze vertelden over hoe ze werk aanpakten, is dat het begin vaak moet zeggen, nee, daar ben ik op getraind en ik ben daar professioneel in. En dat zijn de professionals ook, nogmaals, dat wil ik nou graag benadrukken. Maar je ziet ook dat hoe verder je in het gesprek komt, dat mensen zelf gaan zien. Ja, het voorbeeld bijvoorbeeld als er een cliënt voor mij zit en die hangt een beetje in de stoel en zijn non-verbale communicatie is weerstand. En ik trek nog harder en er komt niks uit. Dan kan je je gaan afvragen, is trekken aan die cliënt, hè, dat wat jij moet doen, is dat niet vanuit jouw norm gedreven? En dat hoor je wel terug bij professionals in die gesprekken, dat al pratende, dat zij zeggen, ja, ik ben van huis uit, hè? Ik kom uit een ondernemersgezin en van huis uit is het, kom op, we gaan ervoor, waarom willen ze zijn weg? En dat is ook een hele goede houding. Maar dat is niet per se een houding die voor iedereen, hè? Een manier van werken die voor iedereen werkt. Dat is één. En ten tweede, voor mensen die, en daar gaat dit natuurlijk over, die al door stress zo verlamd lijken te zijn, is even doorzetten, kom op, ik wil zien dat je dat doet, is waarschijnlijk niet de methode. Sterker nog, het is niet de methode. En daar zie je dat externe drempels ontmoeten ook interne drempels bij de professional. Ja, en het is belangrijk om dat te durven zien. En er is niks mis mee, wat ik al zei. Want we hebben allemaal onze normen en waarden die we van thuis meenemen. Maar dat werkt ook door in je werk. En als je zo'n totaal andere wereld hebt dan de cliënt, dan kan dat botsend zijn. Ja. Nou, dankjewel Hanneke. Er is nog één andere vraag in de chat. Die is misschien nog even als laatste vraag ook zinvol om te stellen. En dan gaan we door naar de volgende spreker. Heel erg interessant. De vraag luidt, is er ook een zinvolle combinatie mogelijk met het spinnenweb van positieve gezondheid? Ja, zinvolle combinatie. Ja, daar is het antwoord ja op natuurlijk. Hè. En ook een beetje een inkoper. Maar ja, de elementen die in het spinnenweb zitten, zijn wel elementen die zowel voor de professional, hè, dat ook een beetje aansluit op jouw vraag, Anneke, die zowel voor de professional als voor de klant gelden. Heb je zelf lol in je werk? Lukt het jou om binnen de tijd die je wordt gesteld, binnen de regels die voor jou gelden, ook dat te bieden? Dat hoor je ook heel veel terug. Ik kan gewoon verdorie niet doen wat ik wil doen. Ik wil die extra stap wel zetten. Dus dat
dat spinnenweb van positieve gezondheid geldt ook voor die professional. Dus in die zin, hè, te denken over hoe kunnen we de schuldhulpverlener effectiever maken, belemmeringen wegnemen, maar dus ook kijken naar je eigen belemmeringen. Ja. Ja. En daar is dat spinnenweb zeker voor ieder persoon, denk ik, relevant. Ja, ja. Ja, want dat is mooi, dankjewel, ook voor de professional. En je kunt het natuurlijk ook zien als, hè, dat spinnenweb geeft heel veel elementen, levensdomeinen weer, ja. waarop er problemen of uitdagingen kunnen zijn. Ja. Of wat voor een cliënt belangrijk is of minder belangrijk. Tegelijkertijd, hè, in die samenwerking, dat is eigenlijk ook communicatie en normen en waarden, hè, dat zit er altijd ook weer onder. Dat zijn twee aspecten die heel belangrijk zijn in de manier van kijken en handelen. Ja, misschien nog heel tot slot hoor. Dat, wat je net benoemd, hè, een van de dingen is de mentale gezondheid, hè, in dat spinnenweb. En stress is, als ik hoor, en dat gaat ook komen, want we hebben ook veel uitgevraagd over corona in de tweede fase. Stress is voor de professional ook wel een dingetje, hè, om het maar even flauw te zeggen. We zien dat er is een enorm verloop. Hè. Er zijn veel mensen die ook part-time werken. Veel mensen die vervangen moeten worden. De druk is ontzettend hoog. Er wordt hard gewerkt. En onder grote tijdsdruk. Het moet allemaal in een bepaald stramien. En sommige mensen, professionals, moeten er klokken. Hè? Ja. En dat is, als je iemand ruimte wil geven, is klokken wel heel, ja, merk ik zelf ook, is heel vervelend. Ja, precies. Ja. Ja, dat is flauw. Nee, maar mentale gezondheid is voor beide partijen heel erg belangrijk. Ja. Nou, hartelijk dank, Hanneke. Er wordt hier in de chat nog een opmerking gemaakt dat spinnenweb natuurlijk ook gaat over eigen regie en respect naar de cliënt. Ja, dat is zelfs een punt. Ja. Ja, zeker. Ook heel belangrijk voor de professional. Ja, sorry. Ja. Dankjewel. Yeah. Hartelijk dank, Hanneke. Wij gaan nu door met de volgende spreker. Want zoals Hanneke in haar presentatie natuurlijk terecht al noemde, hè, zij ging met name in over mensen met een lagere opleiding, hè, in die publieke dienstverlening. En dat onderzoek heeft zich ook met name daarop gericht. Ik wil nu Frank van Jeveren het woord geven. Die iets meer vertelt over klantmonitoring en effectieve differentiatie daarin. Of tenminste, Frank, misschien kun je het zelf wel benoemen. Ja, dat ook breder kijkt dan, hè, naar de hele dienstverlening. Klinkt gelijk heel technocratisch, maar ik zie heel veel linkjes in het verhaal van Hanneke. Dankjewel, Hanneke, voor je verhaal. Dat ik er ook nog eventjes... Ik had gelijk een trigger ook. Want eigenlijk zeg je van, herken jezelf voordat je de ander kan helpen. Tenminste, dat is mijn interpretatie van wat je verhaal vertelt. En mijn associatie daarbij is, voordat ik mijn verhaal ga vertellen, maar mijn vrouw is kinderjeugdpsychiater. En in de psychiatrie is het heel normaal dat je zelf eerst, misschien wel een jaar lang, therapie krijgt voordat je andere mensen kan helpen. Nou wil ik niet zeggen dat elke schuldhulpverlener in therapie moet of zo, maar zelf reflecteren op je eigen normen en waarden, ja, ik ondersteun dat van harte. Dat lijkt me heel zinnig om dat te doen. Dus de haakjes aan jouw verhaal en mijn verhaal, die komen vanzelf wel naar boven. Ik zal mezelf eerst even introduceren. Frank van Jeveren. Ik werk nu 8 jaar bij Purpose als onderzoeker en adviseur. Voornamelijk op schuldenproblematiek. En de afgelopen 3 jaar, zeg dat goed, vanaf 2019 hebben we eigenlijk een opdracht, een onderzoek gedaan in opdracht van Schouders de Ronder. Naar specifiek het stuk stabilisatie in schuldhulpverlening. Het voortraject met als reden dat dat eigenlijk nog heel erg onderbelicht was. En dan ga ik intussen eventjes mijn scherm delen. Kijk, hoe zit die ook alweer? Moet ik even een signaaltje krijgen van jullie, dat jullie dat daadwerkelijk zien. Dan zit ik op mijn grote scherm. Ik zie al met ja knikkende mensen. Dat is hartstikke goed. Nog even groot zetten. Dus die opdracht die ging heel erg over stabilisatie. En dat onderzoek, dat loopt dus eigenlijk al vanaf 2019, hebben we opgedeeld in verschillende delen. En dat eerste deel spraken we 60 klanten en hebben we allerlei gemeenten onderzocht, dus stuk 6. En daar kwamen twee belangrijke conclusies uit. En de eerste conclusie was dat die klantbeleving, waar Hanneke het ook zo uitgebreid over had, die verschillende emoties, die zagen wij ook. Van opgelucht, heel herkenbare emoties daar ook in.
van opgelucht bij dat eerste gesprek, blij dat ze met de schuldhulpverlener in contact waren, dan weer moedeloos, angst, boosheid. Dat kwam heel sterk naar voren en toen we dat teruggaven aan de gemeentes, resoneerde dat ook heel erg. Het kijken vanuit de klant, beleving, vanuit de klant naar je eigen processen, dat was iets wat heel erg interessant werd gevonden. Het tweede was dat, wat heel vaak wordt gezegd in schuldhulpverlening, dat er nauwelijks data is. Wij zagen dat er wel heel veel data is, maar dat die gemeenten eigenlijk heel moeilijk met elkaar vergelijkbaar waren. Onvergelijkbare data. Dat was de reden dat we in het tweede deel van het onderzoek een klantmonitor gingen ontwikkelen. Om deze twee zaken te versterken en op te lossen. En dat deden we dus door aan de ene kant klanten te monitoren of te volgen gedurende het proces van schuldhulpverlening. Dat is de linkerkant van het verhaal, heel erg op de motivatie, emotie, de stress, de beleving. En dat deden we door twee wekelijks vragenlijst toe te sturen via de mobiele telefoon, via WhatsApp, sms of e-mail. En dan konden ze twee wekelijks die vragenlijsten invullen. Met als voordeel dat we dus ook de klanten monitoren die ergens in het proces gingen uitvallen. En we kregen een heel longitudinaal beeld van die beleving. Dus niet wat we eerder in het onderzoek deden, terugkijken van wat zeiden die klanten nou met de bias die je daarin meeneemt. De andere kant van het verhaal is meer de harde kant. De rechterkant, dat gaat dan over instroom, uitval, snelheid, succes. Dat voegen we aan de hulpverlener uit in een raamwerk, een resultatenraamwerk. En op die manier wisten we de gemeente ook vergelijkbaar te krijgen. Want iedereen werkt een beetje anders. Maar iedereen streeft wel dezelfde resultaten na. En dat gaat dus heel erg over inkomsten en uitgaven in beeld krijgen, schulden in beeld krijgen, gereed zijn voor een schuldenregeling. Nou, dat is wat de klantmonitor is. We volgden ongeveer 320 klanten in deze 6 gemeenten die hier zijn genoemd, wat grotere steden. Vorig jaar was natuurlijk corona, ook voor ons. We konden niet ontkomen. Je ziet hier de dip. Toen ik het onderzoek bewust ook even stil heb gelegd, want toen was de focus in de eerste lockdown gewoon even ergens anders op. Desalniettemin toch nog 320 klanten. En die inzichten uit dit, die wil ik graag met jullie delen. Enerzijds over een stuk gezondheid meer in cijfers, anderzijds in die verschillende klanttypen. Maar eerst wellicht nog eventjes terugpakken dus op die gezondheid. Wat zien we nou eigenlijk vanuit die klantmonitor? Zou je kunnen zeggen dat er een soort, de visuele cirkel noem ik het maar eventjes, van de schuldenproblematiek. Wat net al aan het begin werd gezegd, heeft echt een grote impact op stress. Maar ook de algemene gezondheid. Het kan fysiek zijn, kan mentaal zijn. Nou, eventjes in cijfers. Wat zien we dan in die klantmonitor? We hebben gevraagd bij de intake, dus bij de start van stabilisatie. Wat ervaar je nou eigenlijk? En dan zeggen dat 72% veel tot heel veel, dus een schaal van 1 tot 5, onrust ervaart over de financiën. 42% heeft veel tot heel veel stress. Dus dat is ietsje lager, maar dat is ook al wel meer heftigere emotie, zou je kunnen zeggen. Maar 82% geeft aan dat het veel tot heel veel invloed heeft op hun leven. En wat is dat dan op hun leven? We hebben ook gevraagd naar wat speelt er dan allemaal op de achterliggende leefgebieden. Er staat eigenlijk op nummer 1 staat opleiding, werk en inkomen. 61% heeft daar, speelt daar een issue. Maar op nummer 2 staat eigenlijk al gelijk gezondheid. Dat kan dus mentaal of fysiek zijn, dat hebben we niet verdiept. Maar 46%, dus bijna de helft, heeft daar geld ook. En daaronder komt dan woonsituatie, dat is natuurlijk vaak ook in de grote steden een probleem, sociaal netwerk en overige problemen. Nou heb ik in dat eerste onderzoek mezelf ook wel eens afgevraagd, wat is nou eigenlijk de trigger dat mensen in de schulden komen, de hoofdtrigger? Want dat is ook als je het over beeldvorming hebt, soms het gaat over overbesteding of mensen kunnen niet met geld omgaan. Daar heb ik ook contact gezocht met andere lectoren. Daar was eigenlijk nog weinig onderzoek naar gedaan. Dus en dat is eigenlijk niet echt. Maar ik heb toen die 60 dossiers gewoon zitten coderen om te kijken van, kan ik daar zelf iets uit vinden? Nou, eerst meer hypothese of samen ook met die lectoren kwam ik er eigenlijk op. Zo van, de hoofdoorzaak, de primaire oorzaak is dat mensen gewoon te weinig spaargeld hebben om grote inkomensdalingen of plotselinge kosten op te vangen. En dat zie je eigenlijk ook hier in dit plaatje, dat op nummer 1 dus die opleiding en werk, hè, dus dat als die inkomensdaling wegvalt, dan komen dus mensen in de schulden.
En dan gaan ze dat allemaal proberen op te vangen, wat natuurlijk leidt tot die onrust over financiën, die stress en die invloed op hun leven. Dat gebeurt dan weer naar de andere kant. Wat we daar dus ook van ervaringsdeskundigen en van interviews terug horen, is dat dat echt heftige vormen kan aannemen. Dat als het langere tijd aanhoudt, dan iemand zei dus, ik belandde in een depressie tot aan de gedachte om er echt een einde aan te maken. Dat is natuurlijk een extreme situatie. Ik weet niet hoe vaak dit voorkomt, maar dit is in ieder geval een van de mensen die... Maar wat we ook terug hoorden, en dat zag ik net ook al in de cijfers terug, is dat sociaal netwerk, dat het isoleert eigenlijk schulden. Dus je ziet eigenlijk dat een van de jongeren die ik heb geïnterviewd, die zei, van, ik zei gewoon vaak nee tegen vrienden als ik iets ging doen. Simpelweg, één, omdat ik me schaamde. Twee, omdat ik geen geld had om überhaupt mee te gaan naar de bioscoop of wat ze van plan waren. En zo zie je eigenlijk die visuele cirkel ontstaan. Dus je krijgt schulden, je krijgt stressschaamte, je isoleert, heeft gezondheidsproblemen, wat mogelijk weer op je werk invloed heeft. En zo draai je lekker in een kringetje. Nou, geldt dit voor iedereen zo? Dat denk ik dus niet. Maar je ziet het er wel voor je. De andere kant van de medaille, ook van dit onderzoek, is als je de cijfers omdraait, is dat er dus ook mensen zijn die weinig tot gemiddeld onrust hebben over hun financiën bij de start van schuldhulpverlening, moet ik er dan wel bij zeggen. En 58% zegt weinig tot gemiddeld stress te hebben, 18% weinig tot gemiddeld invloed op hun leven. En die mensen die hebben ook wel gesproken. Dus er zijn de mensen, nog even voor de helderheid, hè, Hanneke had het echt over die laaggeletterde opleiding, bij ons is het dus de hele populatie. Ja, mensen zeggen van ja, ik ben gewoon gewend aan deze problemen. Ik zit er al langere tijd mee. Dus dan kan je voorstellen dat die stress ietsje lager is. Maar ook iemand, dat was in Almere zo. Die kwam in schuldhulpverlening, was helemaal gemotiveerd. Ik ben er klaar voor. Mijn afspraak met de gemeente staat over 2 weken. Ik heb alles al gereed. Kom op, actie. Een hele andere instelling van iemand. Dus... toen zijn we eigenlijk ook gaan kijken, dat was het eerste deel van dit onderzoek, van oké, klanten verschillen dus, en hoe verschillen ze dan? Nou, we zagen dat als eerste eigenlijk in de snelheid, hoe ze schuldhulpverlening doorliepen. Hier zie je de resultaten van inkomsten, uitgaven in beeld, schulden in beeld, en inkomsten en uitgaven in balans. We hebben daar ergens na 8,5 week gezegd, nou, dit is ongeveer de snelle groep, dit is de langzame groep. Toen zijn we verder gaan analyseren, wat zien we dan? We zagen ook naast de snelheid gewoon een heel wisselend beeld in de klantbeleving. Dit is, tussen aanhalingstekens favoriete klant, want die heeft onze vragenlijst geloof ik iets van 150 keer ingevuld. Waardoor je een heel gedetailleerd beeld kreeg van de stressbeleving en de geloof in een oplossing. Maar hier zie je eigenlijk ook een beetje wat Hanneke ook net vertelde. Dus emoties als bang, boos, aan het begin heel veel stress. Tot het moment dat die inkomsten en uitgaven en schulden in beeld kwamen. Voor deze klant was het dus zo dat toen het geloof in een oplossing startte, dat hij meer opgelucht raakte en dat er een positieve ontwikkeling startte. Toen zijn we verder gaan analyseren en toen kwamen we op deze 3 klanttypes. Die hebben we namen gegeven voor lack of better terms, want we vonden het ook lastig om mensen te stereotyperen en namen te geven. Maar dat komt, vergeef me. Maar we hebben het genoemd de zelfstandige, dus niet per se de ZZP'er, de afhankelijke, de kwetsbare. En dat onderscheid hebben we gemaakt op basis van klanteigenschappen eigenlijk. Dus de zelfstandige heeft heel erg te maken met single problematiek. Dus bijvoorbeeld dat het alleen iets op opleiding en werk speelt en niet op gezondheid of wonen. Maar ook dat die bekwaamheid, hoge financiële vaardigheden, goede taalbeheersing, de attitude wat heel erg gaat over motivatie en hoe je erin zit eigenlijk. En de sociale norm gaat over of je schulden in je omgeving normaal zijn of niet. Dus die scoren allemaal boven gemiddeld. De andere kant van die medaille is de kwetsbare. Daar kun je de laag opgeleide denken al snel ondervatten. Maar wat daar heel erg bepalend leek, is de hoeveelheid achterliggende problematiek. Dus mensen zitten echt al langer in de schulden. Er is al van alles ontstaan. Speelt thuis iets, gezondheid, werk en inkomen. En dan is het op een gegeven moment niet meer zo bepalend of iemand financieel vaardig is of niet. Een van die ervaringen, die had ook een eigen bedrijf, was goed opgeleid.
Maar die was echt helemaal. Dus je kan ook van type zelfstandige naar kwetsbare bewegen als het gewoon lang genoeg duurt. De meest interessante groep vonden we nog type afhankelijke, hebben we het maar genoemd. Een heel lastig te helpen type, denken wij, omdat die in principe single problematiek heeft. Dus je denkt, je kan hem heel snel helpen. Hij kan het misschien nog wel zelf. Alleen hij scoort ondergemiddeld op financiële vaardigheden, maar ook op die motivatie. Dus hulpverleners zeiden vaak van ja, ik dacht dat deze, een aantal dossiers gaven ze dan als voorbeeld, ik dacht dat deze mensen heel snel het zelf zouden kunnen. Maar na 3 maanden wachten, zeggen ze afspraken af, er gebeurt eigenlijk te weinig. Hoe kan dat nou? En dat dus heeft dus heel erg te maken met, die enerzijds misschien de motivatie of het urgentiebesef. Nou, wat ik al zei, die snelheden, die zagen we dus ook bij deze klant die heel erg verschillen. Die zelfstandig is echt veel sneller dan het afhankelijk en kwetsbaar. Het verschil tussen die afhankelijk en kwetsbaar is ietsje minder. Maar dat zit er meer in de reden waarom ze wat langzamer zijn. Want dat zagen we bijvoorbeeld heel erg in de beleving terug. Waarbij we stress en onrust afzetten eigenlijk tegen geloof. En vanuit de veranderkunde heb je 2 dingen nodig om in beweging te komen. Enerzijds heb je urgentie nodig. Je moet het probleem voldoende ervaren om er iets aan te doen. Aan de andere kant heb je ook perspectief nodig. Als dat er niet is en je weet niet wat je kan doen, dan kan je ook niet in beweging komen. Dus daarom voegen we deze 2 dingen uit. Bij die zelfstandigen worden beide hoog. Dat is altijd veel onrust en veel geloof in een oplossing. Die afhankelijke, dus echt een interessant type, was de onrust bij de intake, moet ik zeggen, relatief laag. Ik kan nog zeggen op 1 tot 5 nog steeds hoog, maar relatief laag. Geloof in de oplossing was wel dermate hoog. Bij die kwetsbaren was het eigenlijk andersom. Geloof in de oplossing was een stuk lager en de onrust was weer hoger. Kortom, wat zou je hier nou mee moeten? We denken dat die verschillende klanttypen dus verschillende behoeften hebben. Dat de zelfstandigen veel meer zitten wachten op een zelfstandig en snel proces. De afhankelijke, dat maakt het vak denk ik van schuldhulpverlening en schuldhulpverlener ook zo lastig en met veel respect voor. Daar heb je veel meer te maken met, daar word je meer een soort mentale coach. Je moet mensen gaan vragen van, motiverende gesprekstechnieken gaan daar ook een hele belangrijke rol spelen. Dus hoe krijg je mensen in beweging? Stuur op, heb je al besloten dat je überhaupt deze oplossing wil? En waarom dan niet? En dus je zal misschien de urgentie juist moeten verhogen in dit soort gesprekken. Aan de andere kant zien we ook gemeenten die deze type goed helpen, is dat ze mensen echt bij de les houden door actieve ondersteuning te bieden. Dus weg van het zelfredzame, maar meer gewoon mensen dingen uit handen nemen. Dus gewoon budgetbeheer, maar ook wekelijks financiële ondersteuning, om de tafel gaan zitten om die drempels die Anneke net al noemde, die fysieke drempels, bij deze persoon weg te nemen. En wat er ook belangrijk is bij die afhankelijken, is om ze gewoon eerder in beeld te krijgen. Vaak, ik heb het idee, dat is nog hypothese, maar dat ze nog een beetje onderschat worden. Eigenlijk overschat in wat ze kunnen. En dan heb je de kwetsbaren. Daar zijn de meeste gemeenten eigenlijk al heel goed mee bezig, met een hele batterij aan hulptroepen die worden ingezet in samenwerking met alle andere partijen. Daar is vaak meer de uitdaging. Hoe coördineer je de hulp tussen al die verschillende partijen zo goed dat voldoende voortgang wordt geboekt en dat er ook op gemeten wordt. Want soms ligt die hulp bij vrijwilligersorganisaties, wat het lastiger maakt om die mensen dan goed te helpen, dat je ze niet kwijtraakt. Ik weet niet hoe ik in de tijd zit. Ik zie ook niet zoveel tijd meer. Maar... Nee, maar ik ben ook bijna klaar hoor. Dus nog 2 slides. De concrete aanbevelingen is dat type zelfstandigen, dat zal ongeveer iets van 10-20% zijn van de mensen, zal wat toenemen vanwege de crisis. Dat er dus meer, dat verwachten wij in ieder geval. Dat je daar bijvoorbeeld een digitale behandelpad op zet, type afhankelijke, zal je proberen eerder te onderkennen, bijvoorbeeld met screening. En denk ook na over die hoogfrequente ondersteuning. En met dat type kwetsbare, dat is denk ik wat Hanneke net ook uitgebreid vertelde, daar gaan naast die persoon staan, vragen breed uit, brede behandeling. Dan kom ik op mijn laatste slide.
Dit is een van de inzichten die ik wilde delen vanuit de klantmonitor. Mocht je meer willen weten, in deze slide die jullie krijgen, heb ik de twee rapporten die publiek zijn ook even de linkjes aan toegevoegd. Dus die kan je daarin downloaden. En we gaan ook gewoon door met met de klantmonitor. Dus er is een klantmonitor 2021 met een reeks nieuwe gemeenten. Dus mocht je dat interessant vinden, dan weet je hem ook wel te vinden. Dan vragen, denk ik, Anneke. Ja, dankjewel, Frank. Nou, ook van jou zijn op dit moment nog geen vragen in de chat binnengekomen, voor zover ik het nu kan overzien. Oh ja, er is wel één vraag van Marleen Smit, vanuit Schouders eronder. Ja. Hoe bepaal je tot welke type een klant behoort? Dat is haar vraag. Ja, hoe bepaal je dat? Ik denk dat de screeningsmethodieken daar... Kijk, wat ik veel terugkrijg van hulpverleners is dat ze dat zelf ook al wel een goede inschatting van kunnen maken. Sommige gemeenten die meesters gebruiken, die kan er ook echt goed bij ondersteunen. Dus ik zeg bijvoorbeeld niet, dat hadden we in het voorgesprek al over, dat je nou echt per se toe moet naar verschillende behandelpaden en je moet echt wegblijven van de technocratische manier van processen inrichten. Natuurlijk, dat kennen we uit het verleden. Maar er zijn gemeenten en in sommige situaties is het wel interessant om verschillende behandelpaden te ontwikkelen. Zeker als je heel veel verschillende klanten hebt. En er zijn voorbeelden van gemeenten die gebruiken dan meesterscreening daarvoor om daar al een eerste... Maar het moet natuurlijk niet zo zijn van, oké, de computerproces nodig, je valt in dit bakje en dan gaan we je dus per se zo behandelen. Dus precies. De hele inschatting blijft gewoon heel belangrijk. Ik denk wel dat screening daar wel bij kan helpen, ook om de overtuigingen, waar we het net ook hadden, te challengen, hè, of juist te bevestigen. Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad relevant. Ja, je noemde net ook al in je schema, hè? Single problematiek en multiproblematiek speelt daar natuurlijk een rol in om te kunnen differentiëren, dat je daar een goed beeld van kunt krijgen. En dat je dat goed aanvoelt, uitvraagt. Tegelijkertijd vind ik het ook heel interessant vanuit jullie onderzoek, dat je hè, als boodschap voor gemeenten, dat je überhaupt aan de voorkant al met elkaar kunt, hè, in je visie of in je strategie, kunt bepalen van, we kiezen niet één aanpak, niet alleen maar coaching. Dat je heel goed kunt differentiëren, ook in jouw algemene strategie of visie als gemeente. Dat je dus moet differentiëren en dat een hele belangrijke is in je aanpak. Edith, jij steekt ook je hand op. Er staan nog interessante vragen in de chat. Dank je. Is er al een vorm van interventie te noemen die nu nog onvoldoende beschikbaar is binnen schuldhulpverlening? Dus heb je die bijvoorbeeld in die gemeentes tegengekomen? Sorry, nog een keer de vraag of er een voorbeeld is van een interventie? Ja, dus interventies die nu nog, die geschikt zijn voor deze verschillende klanttypes, die nu nog onvoldoende bekend zijn binnen schuldhulpverlening. Ja. Sorry, ik zal hem even aanvullen. Ik ben degene die de vraag gesteld heeft. Oké. Als je kijkt wat er nu nodig is, hè, en je gaat uit van grofweg 3 klanttypes. Je geeft aan, soms is er coaching nodig, soms is er een brede uitvraag, meer casusregie nodig, et cetera. Heb jij het idee dat een bepaald type interventie echt aandacht zou moeten krijgen om verder ontwikkeld te worden? Waarvan je zegt van, ja, die hoort eigenlijk niet het standaard pakketje van schuldhulpverlening. Ja, goede vraag. Ik heb wel een paar voorbeelden. Ik zit even te denken of ik nog een beter voorbeeld weet. Want het zit vaak nog wat wel in nuances, denk ik. Ik zag ook nog een andere vraag voorbij komen. Die ligt ook wel een beetje in lijn mee. En met nuances bedoel ik eigenlijk met dat type afhankelijke, de gemeente die daar goed die type afhankelijke goed weten te helpen. Ja, laat ik even teruggaan. Ik merk dat binnen gemeentes vaak een bepaalde, of binnen een bepaalde behandeling, een behandelfilosofie de overhand heeft. En dat gaat bijvoorbeeld over, vind je dat je mensen vooral moet sturen op duurzaamheid, zodat ze het zelf moeten doen? Of vind je juist dat je eerst schuldrust realiseren
En daarna ga je pas werken aan de achterliggende problematiek op gezondheid. Ik denk dat het meer zit dus in het bewustzijn van wat is nou de overheersende behandelfilosofie. En dat je dan reflecteert op van en behandelen we dan al die drie type klantgroepen daar goed mee. En om een voorbeeld te geven, ik ga er geen gemeente noemen, maar één gemeente hebben ze dan een jongerenaanpak. Daar is de filosofie heel erg van, ja, we willen de jongeren zoveel mogelijk het zelf laten doen. En dat gaat heel lang goed, totdat ze dan uiteindelijk tot een schuldregeling komen en dan vallen die jongeren uit. Naar andere gemeenten hebben de jongerenaanpak, waarbij ze zeggen, nee, we gaan het meer uit handen nemen. Dus we gaan eerst schulddruk creëren, budgetbeheer toepassen. Dan gaan we die brede coaching toepassen. Daar zijn de resultaten veel beter eigenlijk met die jongeren. Dat heeft dus heel erg met die behandelfilosofie te maken. En om nog een voorbeeld van het type afhankelijke te noemen, en dat is een beetje het beste antwoord wat ik nu kan bedenken op je vraag, is wat die gemeente doet, is eigenlijk voor alle klanten is gewoon wekelijks om tafel door de schuldhulpverlener zelf administratieve ondersteuning bieden. Zelf met die klant de DigiD erbij pakken. Zoveel mogelijk uit handen nemen om in ieder geval dat administratieve proces gewoon zo snel mogelijk doorheen te doen, zeg maar. We hebben nu WhatsApp-contact. En dat is een andere manier van organiseren dan wat ik wel zie dat er een voor administratieve ondersteuning wordt verwezen naar een vrijwilligersorganisatie of een ander loket. Dat zag ik bijvoorbeeld bij een andere gemeente. Ja, we hebben een loket, die is dan open op vrijdag en daar kan je naartoe. En dat vormt dan weer een extra fysieke, maar ook mentale drempel om daar naartoe te gaan. Waardoor zeiden ze zelf ook, alleen de mensen die van zichzelf vinden dat ze die hulp nodig hebben, die gaan dan naar dat loket. En wordt niet standaard aangeboden aan iedereen eigenlijk die dat nodig heeft. Nou, een beetje, is misschien niet een heel concreet interventie, maar ik hoop dat het je een beetje helpt. Ja, dankjewel. Ja. Precies. Je hebt wel mooi verschillende elementen benoemd ook. En ik denk dat er veel mee kan worden gedaan. Ja. Edith, heb jij nog een andere laatste vraag in de chat gezien voordat we even korte pauze gaan houden? Ja, is er nog een gemeente geweest van die 6 gemeenten die het anders zijn gaan doen op basis van die monitoring? Ja, eigenlijk hebben ze allemaal wel verschillende dingen daarin gedaan. Ik kan één of twee voorbeelden noemen. Eentje die zag echt in de beleving, dus als je het hebt over stress en gezondheid, dat de stress juist heel erg toenam op het moment dat ze de schuldenoverzicht creëerden. Dat was een vrij technische exercitie waarbij ze gewoon de schuldenoverzicht opstuurden. Niet realiserende dat voor de klant echt even een impactvol moment was. Dus daar hebben ze nu echt een proces op aangepast dat ze het in ieder geval of telefonisch toelichten of zelfs de klant uitnodigen, afhankelijk van de situatie, dat naar het kantoor brachten. Sensitiever voor de stress die het oproept, wat je eigenlijk laat zien. Ja, precies. Maar een ander voorbeeld is meer beleidsmatig. Dat heeft dan wel weer met die klanttype te maken. Er zijn 2 gemeenten die bezig zijn om na te denken hoe ze dat type afhankelijker beter kunnen helpen. 1 gemeente heeft echt gezegd, we gaan een apart behandelpad ervoor inrichten. En die had er al 2, die gaat een derde inrichten, zeg maar. Waarbij ze dus, want ze hadden er eentje voor, laten we zeggen, de fast track voor de zelfstandigen. Ze hadden er eentje voor de kwetsbaren. Juist, wij lieten zien dat in die groep kwetsbaren, dat er ook nog een deel van de groep wel sneller naar schuldregeling zouden kunnen met die ondersteuning en die coaching. Dat gaan ze nu combineren. Dan hebben ze een derde behandelpad ingericht. En er is een andere gemeente die eigenlijk weer meer op dat, die heeft een hele brede aanpak. Dat hebben heel veel gemeenten. Maar wij bij dat type zelfstandigen eigenlijk juist lagere resultaten houden. Omdat ja, gewoon niet alle klanten zitten, dat hoorden we ook, niet zitten te wachten op zo'n hele van hoe gaat het met je achtige vragen, zeg maar. Dat zou je niet zeggen misschien, maar sommige mensen willen gewoon snel geholpen worden als ze het zelf kunnen. Ja, dat snap ik juist goed. Dat als je nu die nieuwe groep van mensen die getroffen zijn door de crisis, die gewoon gewend zijn om hun eigen boontjes te droppen, maar nu toch in die schulden vallen, dan zeg je eigenlijk, daar moet je niet dat hele coachingstraject op loslaten.
Nee, en dan niet helemaal van, oké, wat speelt er allemaal op je leefgebieden? Wat wil je bereiken in je leven en zo? Dat komt dan weer veel te... Je hebt daar geen boodschap aan. En laat mij helder zijn, hè? Wat ik al zei, ik heb veel respect voor die schuldhulpplanners. Volgens mij doen zij dat allemaal supergoed. Dus ik kijk er meer van naar een helikopterbril en een organisatiebril naar. Ja. Er is nog een laatste vraag. Ik weet niet of Frank daar een antwoord op kan geven of iemand anders, misschien ook Hanneke, van ja, wat is nou eigenlijk de trigger voor het krijgen van schulden? Is dat wel inkomsten terugval, wisselende inkomsten of overbesteding? Dat is natuurlijk ook best relevant voor de manier waarop je er naar kijkt en de manier waarop je ermee omgaat. Ja, weet ik je daar wat van? Of? Nou, dat vertelde ik aan het begin van mijn verhaal. Ik heb wel eens een blog geschreven met een meer een soort oproep om dat hier meer onderzoek naar gedaan moet worden. In die blog heb ik ook geschreven dat mijn hypothese is, op basis van de informatie die ik tot nu toe heb, is dat het inderdaad, dat het toch vaak zit in de onderkant van de samenleving met weinig spaargeld, die gewoon de inkomensterugval en de hogere kosten niet kunnen opvangen. Dat er ook een deel zit, ik geloof iets van 15%, maar dat is de laagste categorie, dat echt te maken heeft met overbestedingen, met gedrag en dat soort zaken. Maar eigenlijk in de meeste casussen die ik voorbij zie komen, zie je toch, ook zeker in de jongere problematiek, daar heeft het dan weer met financiële vaardigheden die ze niet meekrijgen, het moment van 18 worden, dat ook een vrij bekend moment is. Maar om daar een goed beeld van te hebben, is wel heel relevant om dit goed aan te pakken. Dus ja. Helder. Ik ben natuurlijk onderzoeker, dus ik roep altijd op tot meer onderzoek. Helder. Eén toevoeging. Alles wat Frank zegt hier is waar. Dat vond ik heel frappant. En scheiding is een ticket naar armoede. Een op de drie mensen in getrouwde stellen gaat weer scheiden. Hè? En, goeie. Ja, dat leidt vaak tot, tot een opeenstapeling van financiële problemen tot schulden. Maar meer onderzoek, altijd welkom. Ja. Nee, maar wel ook belangrijk, omdat je ziet wat Frank ook zegt. Het is heel erg afhankelijk ook van verschillende doelgroepen. Bij jongeren ziet dat echt heel anders. Het gaat heel erg over vaardigheden. Ja. Dankjewel. Ook voor jullie antwoorden op de vragen. Ik stel voor dat we even een hele korte pauze doen. Koffie en thee, even naar de toilet. De opname is ook weer gestart, zo te horen. En ik wil jou aankondigen. Faya Hemke, je bent mijn collega, maar tegelijkertijd ben je ook huisarts. Misschien moet je straks maar even voorstellen hoe je dat combineert. Je hebt ook onderzoek gedaan en jouw presentatie en jouw verhaal gaat over cultuursensitief werken en stresssensitief werken aan schulden in de wijk. Met inwoners samen, hè, mede op basis van inzicht van ervaringsdeskundigen. Dus ik vond het heel interessant dat jij ook jouw verhaal kan komen vertellen. Mag ik jou het woord geven, Faya? Dat mag, dankjewel. Ik ga even mijn presentatie delen. Ja, zie je hem nu goed, Anneke? Zo. Op het hele scherm. Dankjewel, Anneke. Mijn naam is Faya Hemke. Ik ben huisarts in Utrecht-Overvecht. En daarnaast ben ik inderdaad onderzoeker bij Faros sinds ongeveer ruim 2 jaar. En dat probeer ik beide ongeveer 2 dagen in de week te doen. En is heel fijn om zowel in de praktijk bezig te zijn als een soort meta-analyse of meta-niveau soms te kunnen hebben. Wat ik eigenlijk wil vertellen is een beetje de aanleiding van mijn onderzoek of dit verhaal. En jullie meenemen in hoe zit die relatie dan, die relatie tussen armoede of schulden, stress en gezondheid. Ik wil wat lessen delen uit het onderzoek. En daarbij eigenlijk vooral inzoomen op, als we nou kijken naar de praktijk, welke begeleiding heeft iemand met stress en schulden dan nodig? Nou, dat dit een actueel thema is, dat blijkt ook wel uit alle krantenkoppen van de laatste weken, maanden. En ik denk dat corona ook eigenlijk de problematiek rondom schulden of armoede heel erg verduidelijk heeft maatschappelijk.
En dat is denk ik ook goed, dat er veel meer aandacht voor is. Nou, dat schulden en armoede leiden tot gezondheidsverschillen, dat wordt ook steeds duidelijker. En dat blijkt ook uit een belangrijk rapport wat de Raad van de Volksgezondheid en Samenleving een aantal maanden geleden uitbracht. Waaruit eigenlijk heel erg duidelijk wordt dat mensen met een lage opleiding, vroeger noemden we wat meer laag sociaal-economische status, maar nu meer praktische opleiding, 7 jaar korter leven dan mensen met een hogere opleiding. En zelfs 14 jaar in slechtere gezondheid. En dat mensen ook veel zieker zijn en veel ongezonder. Bijvoorbeeld chronische stress, angst of depressie komt bij 9% van de mensen die hoger opgeleid worden ten opzichte van 21% van de mensen die hoog opgeleid zijn. Dus enorme gezondheidsverschillen waar we met z'n allen wat mee moeten en waar we ook mee bezig zijn. Heel hard, denk ik, met z'n allen. Dat zijn eigenlijk rondom thema's. We zien dat er die sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn. We zien dat er een opeenstapeling is van sociale en medische problematiek die in elkaar haakt. En hebben het dan ook over, we moeten persoonsgericht en integraal gaan werken in de wijk. En nou ja, net als jullie weet ik, zijn we daar allemaal mee bezig. Maar is het ook heel moeilijk om dat echt goed te doen? Hè? Hoe geef je dat nou vorm? En waarom doe je dat op die manier? Maar dat het belangrijk is om daarin over stress te hebben, is omdat stress eigenlijk heel erg die opeenstapeling verklaart. En dit is eigenlijk de cirkel die de twee vorige sprekers ook al benoemden. Wat er gebeurt is dat mensen in geldzorgen stressreactie krijgen, dat ze daardoor minder goed gaan functioneren, daardoor in de problemen komen, die stressreactie neemt verder toe en de problemen komen ook verder toe. Hè, dus om goed persoonsgericht en integraal te werken, moeten we eigenlijk die stressreactie verminderen of moeten we deze cirkel in ieder geval doorbreken met elkaar. Als we kijken naar stress, ik ga daar wat verder op in, dan hebben we eigenlijk verschillende soorten stress. Iedereen kent stress, hè? Stress is ook eigenlijk goed. Je hebt stress nodig om goed te presteren, als je een examen moet doen of als je rijbewijs moet halen. Maar je hebt ook stress die wat langer kan aanhouden, hè? Dat weten we ook allemaal wel. Dat is bijvoorbeeld als iemand een dierbare... Als je een dierbare verliest, dan kom je eigenlijk in tolereerbare stress. Dat houdt korter, nee, dat houdt wat langer aan dan normale stress, maar niet heel lang. Op het moment dat je een schulden hebt, of dat je in armoede leeft, of dat er langdurige problemen zijn, zoals bijvoorbeeld mishandeling of huiselijk geweld, dan spreken we eigenlijk over toxische of chronische stress. En die toxische of chronische stress, dat is interessant in het begrijpen van wat is nou goede hulpverlening voor deze doelgroep. En daar, om jullie een beetje een beeld te geven, ik wilde eigenlijk deze presentatie samen met een ervaringsdeskundige doen, maar zij kon niet. Maar om even wat beeld te hebben, heb ik een stukje uit de documentaire Schuldig, wil ik even laten zien. Politie, deurwaarder. Ruim 80.000 Amsterdamse huishoudens hebben een risico op een problematische schuld. Dat is nog net niet 1 op de 5. De omzetten zijn gehalveerd in 3 jaar tijd. Ja, waar ligt het aan mij? Dag lieverd, heb je lekker geslapen? Hallo schatje. Gek van al die papieren, echt gek. Een liefdestaart. Lang leven de voedselbank. Hola mami. Pak zoveel je wil. Schaam je niet jongens. Pak groentje en fruit en niet alleen bitterballen. Ze houden het allemaal schuil, omdat ze daar niet over willen praten. Maar er is behoorlijk armoede, stille armoede. De woning wordt ontruimd in verband met een huurschuld. Nee, dat kan toch niet. Heeft u er al over nagedacht waar u nu naartoe gaat? Ik ben zo dom geweest om het allemaal te verzwijgen voor de mensen die van mij houden. Inclusief mijn eigen man. Wat zou er nou mooier zijn om eens flink schone lei te maken, zodat straks ook niet je kinderen weer straks in dezelfde ellende komen, omdat ze een verkeerd voorbeeld hebben gehad. Welk probleem is er maar één ding, een oplossing. You know. Aantal mensen met schulden neemt nog altijd toe. Trek de stekker eruit. Nee. Hallo.
niet denken ongeveer dat u deze kunt betalen. Ik sta op het punt om het dossier naar onze juristen te brengen. Idiot is dat iedereen aan mij verdient nu. Het moet betaald worden. U gaat volgens mij heel nooit ontruimen maandag. Ja, het is een prachtige documentaire sowieso. Maar wat ik heel, heel duidelijk hier vind, is hoe ongelooflijk stressvol dit moet zijn als je in een schuldsituatie zit. En dat doet natuurlijk heel veel met je lichaam en met je cognitie en met je mentale gezondheid. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat je stressreactie in je lichaam hebt, komt er adrenaline en cortisol vrij. Dat doen de bijnieren. En die cortisol en adrenaline hebben zowel fysiek, cognitief als mentaal veel effecten. Daar is meteen ook heel duidelijk de vicieuze cirkel en de relatie tussen gezondheid, schulden, armoede gelegd. En fysiek zien we dat bij adrenaline je krijgt hoge bloeddruk, hoge hartslag, hoge kans op lange termijn op hart- en vaatziekten. De suikerstofwisseling is ontregeld, dus is er hoge kans op suikerziekte of obesitas. Mensen worden minder vruchtbaar als ze langdurig stress hebben. En steeds meer leren we ook middels epigenetica hoe de DNA ook kan veranderen onder invloed van stress. En we weten ook dat het afweersysteem minder goed gaat functioneren als mensen langdurige stress hebben. Daarnaast heeft stress veel mentale gevolgen. Zo zie je bijvoorbeeld dat er veel meer angst- en depressieklachten zijn. Maar bijvoorbeeld ook dat er Alzheimer vaker voorkomt bij mensen die langdurig stress hebben gehad in hun leven. En tenslotte heeft het cognitief eigenlijk heel veel effecten. En dat komt omdat stress direct effect heeft op de prefrontale cortex. Dat is het eigenlijk voorkant van het brein. En daar zitten je executieve functies, je uitvoerende vaardigheden. Die regelen dat je je goed kan concentreren, dat je dingen kan herinneren. Maar ook bijvoorbeeld dat je eigen gedrag onder controle hebt. En dat je langer termijn kan denken. En dat is precies heel interessant, die cognitieve functies, om naar te gaan kijken als je gaat kijken van hoe kunnen we dan die hulpverlening goed doen. En want het feit dat je dan in stress bent en dat die cognitieve functies zo niet functioneren, dat maakt eigenlijk dat je allerlei gedrag signaleert als hulpverlener bijvoorbeeld, waar je moeilijk mee kan omgaan. En wat heel dysfunctioneel is om mensen goed te helpen of dat mensen zichzelf goed kunnen helpen. Dus mensen zijn impulsiever, kunnen hun aandacht er niet bij houden, weten niet waar ze moeten beginnen. En kortom weten eigenlijk niet zo goed hoe ze hun eigen problemen moeten oplossen. En dat maakt ook, en dat is denk ik ook wat Frank net noemde, die wat kwetsbare groep, en dat is ook wel waar ik onderzoek naar doe, dat er een enorme opeenstapeling van heel veel problemen ontstaat, waarbij oorzaak en gevolg ook onduidelijk zijn. Dit is een Wordle van mensen die werken bij Sterk uit Armoede. En ze hun gevraagd van, wat hangt voor jou allemaal samen met langdurige stress? En dan komen deze woorden er allemaal uit. Dat kennen jullie denk ik als hulpverleners ook allemaal, dat dit heel vaak clustert in mensen. Wat heb ik dan onderzocht daarin? Ik moet heel even, want ik zie een deel van mijn presentatie niet, omdat ik mezelf in beeld zie. Nou. Probeer het even. Wat gek. Excuses, ik kan hem nu niet meer bedienen. Horen jullie mij nog wel? Het lijkt alsof mijn computer vastloopt. Ja, je bent zichtbaar en hoorbaar. En de sheet staat nu op het onderzoekstuk. Ik ga gewoon even proberen door te gaan. Excuses hiervoor. In ieder geval, wat ik eigenlijk in mijn onderzoek heb gedaan, is in 3 wijken, in Vollenhoven en in Zeist en in 2 wijken in Utrecht, in Noordwest en in Kanaleneiland, heel erg met zowel met bewoners als met professionals gaan kijken van, hoe kunnen we nou die chronische stress doorbreken en waar hebben jullie behoefte aan? En in 1 van die wijken in Utrecht Noordwest, kwamen eigenlijk de hulpverleners heel erg met de vraag, wij zitten zo met het probleem dat
En dat waren vooral medewerkers vanuit het sociaal domein met het probleem dat mensen zo ongelooflijk laat in beeld komen met hun schuldenproblemen. En dat we dan dus in die 2 jaar, 3 jaar dat ze als schulden hadden, dat we iets hadden kunnen doen. Maar wat hadden we nou moeten doen? En daar zijn we eigenlijk in een groep bewoners verzameld. En hun heel erg die vragen gaan stellen. En daar kwamen hele mooie antwoorden uit. Hè? Eigenlijk heel erg al benoemd, ook al in de eerdere presentaties. Ja, dat er heel veel schaamte is, dat er heel veel taboe is. Dat mensen zodanig in de stress zitten dat ze ook niet goed weten waar ze terecht kunnen. En die kennis van die bewoners hebben we eigenlijk weer gedeeld in allerlei wijksafaris samen met professionals uit verschillende domeinen. Waardoor er eigenlijk ook een gesprek ontstond tussen eerste lijn en het sociaal domein. Van wie heeft nou welke functie? Hè? En wie moet nou wat eigenlijk doen in die hele keten van hulp aan mensen met schuldproblematiek? En waar we eigenlijk wel op kwamen, en daar ga ik zo wat verder op inzoomen, is dat bewoners zeiden van ja, professionals, daar voel ik me niet altijd safe bij. Dus ik heb eigenlijk nodig dat er iemand in de buurt zit, in een buurthuis, die als een soort zaakwaarnemer met mij meedenkt. Ook vanuit de gedachte dat die executieve functies niet goed functioneren en die dan met me meeloopt. En dat zijn we nu dus langzaam verder vorm aan het geven. Ja, Volgens mij wil je naar de volgende. Het is heel gek. Misschien moet je even stoppen met het delen van je scherm, Faya. Ja, maar dat kan ook. Het is overgenomen. Jouw presentatie is overgenomen, denk ik. Faya, meestal bij mij, ik heb het ook wel eens gehad. En even op escape, dan wordt je hele scherm weer klein. Ja, dat ben ik nu aan het doen. Inmiddels staat wel de volgende sheet op, want onze ondersteuning heeft het overgenomen. Hoe had de juiste begeleiding eruit gezien? Dus mocht je het niet kunnen vinden... Wil je even de vorige nog doen? De vorige graag. Wat moeten we weten? Wat moeten we als hulpverleners doen? Ja, je moet een stukje terug. Hij is helemaal doorge... Ja. Nu de volgende. Oh, je kunt het zien, Faya. Ja. Mooi. Nou, vanuit... excuses hiervoor, jongens. Vanuit dit zijn we dus verder gaan kijken naar van... Ja, hoe had dan de juiste begeleiding er eigenlijk uitgezien, hè, voor deze mensen? En dan komen we eigenlijk... dat zeggen bewoners dan, die zeggen eigenlijk, ja, ik had eigenlijk wel kennis willen hebben van dat stresssysteem en willen begrijpen hoe dat bij mij zou werken. Ik had heel graag gewild dat hulpverleners tijd voor mij zouden hebben. Ik had graag gewild dat ze maatwerk meer hadden geleverd. Ik had gewild dat er een meer gelijkwaardige samenwerking was. En ik had gewild dat ik niet werd overvraagd. En met name met de gedachte dat die executieve functies niet functioneren, dan... Ik denk dat, tenminste, ik als huisarts ben me daar onvoldoende bewust voor hoe snel je mensen overvraagt. En dat geldt denk ik niet alleen voor mensen die al laag gezondheidsvaardigheden hebben, maar misschien wel voor iedereen die in de stress zit. Dan de volgende. Nou, wat moeten we dan als hulpverleners doen? Daar zijn we eigenlijk verder ingedoken. En deze stappen... beschreven, waarin we dus, dit is eigenlijk vanuit het medische domein, maar ik denk dat het helemaal niet uitmaakt of we nou vanuit het sociale domein of het medische domein. En we hebben eigenlijk hetzelfde te doen rondom die kwetsbare patiënt in die wijk, hè, die wijk nauwelijks uitkomt, die in die niet goed functionerende executieve functie zit. Het eerste is dat we eigenlijk signaleren dat er stress is. Hè, dus signaleren dat iemand... Nou ja, we hebben het net besproken, een kort lontje heeft, niet lekker in zijn vel zit, niet goed kan nadenken, emoties niet goed reguleert. De volgende stap is denk ik dat je een breed gesprek voert. En dat wil zeggen een gesprek over je eigen domein heen. He, dus als arts heb ik eigenlijk moet ik verder gaan kijken dan alleen het medische. Wil ik begrijpen hoe dat zit bij iemand en goede oplossingen vinden... En als persoon in de schuldhulpverlening of het sociaal domein heb je eigenlijk de rol om te kijken, oké, je hebt heel veel schulden, dat leidt tot ongezondheid. Hoe zit dat dan bij jou? En dit is eigenlijk de link ook naar positieve gezondheid. Dat is dat spinnenwebje rechtsonder. Dat is eigenlijk een tool die je kan gebruiken om al die verschillende domeinen uit te vragen. En het toeltje linksonder, dat is het toeltje wat is ontwikkeld door het krachtige basiszorg. Dat heet het vier domeinen model. Dat wordt steeds meer in ieder geval in de huisartsenzorg gebruikt.
waarin je eigenlijk ook gaat kijken op die domeinen lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal. En waarin je eigenlijk een patiënt of een cliënt dus gaat vragen om dat in te vullen. Nou, de volgende stap is eigenlijk dat we moeten durven door te vragen. Ik denk dat onvoldoende nog, in ieder geval, dat we onvoldoende nog de moeilijke vragen durven stellen. En wat ik heel erg hoor van interviews met mensen in de schulden, zeggen ook allemaal, als iemand het aan mij had gevraagd, dan had ik wel gezegd dat ik schulden had, maar niemand vroeg het aan me. Dus dat is denk ik vooral in het medische domein heel belangrijk. Maar ook als je wel al in de schuldhulpverlening zit, wees gewoon oprecht nieuwsgierig naar wat er op al die domeinen in iemands leven speelt. En de volgende is denk ik het informeren over de relatie tussen stressoren, stress en gezondheid. Zodat iemand zelf ook die link in de breedte kan leggen en kan begrijpen waarom die dat misschien op een ander domein ook hulp nodig heeft. En het volgende filmpje is een filmpje wat ontwikkeld is door Faros, wat eigenlijk een hele simpele taal dat probeert uit te leggen. En het is ook ontwikkeld samen met bewoners. Wat gebeurt er bij stress? Door stress worden mensen soms sneller ziek. Door stress kunnen mensen soms ook minder goed nadenken. Hoe komt dat? Stel, je hebt bijvoorbeeld zorgen over geld. Dit geeft stress in je lichaam. Stress kan klachten geven in je lichaam. Door stress kan je bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen, rugpijn of pijn in je buik en je wordt sneller ziek. Stress heeft ook invloed op je hersenen. Door stress werken je hersenen anders en kun je minder goed nadenken. Je kunt dan bijvoorbeeld minder goed met geld omgaan en je let minder op je gezondheid. Je gaat bijvoorbeeld eerder snacken of meer roken. Je voelt je daardoor steeds ongezonder en je problemen worden erger. De stress neemt verder toe. Je krijgt er nieuwe problemen bij. Stress die lang duurt, maakt het moeilijk om goed voor jezelf te zorgen en maakt je problemen dus erger. Er zijn veel manieren om minder stress te voelen. Wil je hulp omdat je stress hebt? Maak dan een afspraak met jouw huisarts of met iemand van het wijkteam. Zij kunnen je verder helpen. Dat op het gebied van informeren. En de laatste stap in de goede hulpverlening is eigenlijk het wegwijzen. Frank die haalde dat ook wel aan. Wat je ziet is dat het dus mensen niet zo goed lukt om in die weerwar van aanbieders in een wijk of misschien in een stad of in een dorp waar iemand woont, te weten waar ze terechtkomen of überhaupt over hun eigen drempel zal heen te stappen. En ik denk onvoldoende, als ik naar mezelf als huisarts kijk, soms kan ik het dus signaleren en dan zeg ik tegen iemand, je moet naar het sociale buurteam en iemand komt gewoon niet aan. En ik toets eigenlijk ook niet of iemand daar wel aankomt. En vice versa is denk ik ook heel vaak het geval. Hè? Dus je werkt in de schuldhulpverlening en iemand heeft heel veel lichamelijke klachten. Dan zeg je, ga maar naar de huisarts. Maar ja, echt die samenwerking in elkaar opzoeken en een warme overdracht rondom cliënten hebben, dat doen we nog onvoldoende, denk ik. Dus letterlijk iemand meenemen om drempels te slechten. Verder, waar we met heel veel bewoners over spraken, is dat zij dus soms zoeken, wat ik net al benoemde, naar een vaste intermediair. Iemand die nog niet eens professional is, maar waar ze zich wel heel vertrouwd bij voelen. En die hen eigenlijk hun executieve functies wat over kan nemen. En kan helpen in wat orde op chaos, in de chaos te geven. En die dus eigenlijk een brugfunctie heeft tussen een bewoner en een professional. Dit was de presentatie. Ik was zelf dus iets wat gestrest. Ik hoop dat jullie daar niet al te veel van hebben meegekregen. Er is ongelooflijk veel te lezen over armoede, schulden, stress, gezondheid.
recent een hele mooie publicatie door Varos. Dat staat in het stukje over stress, die is online te vinden. Filmpjes staan ook allemaal online. Dus mocht je hier meer over willen weten, dan is er van alles te lezen. Dat was het. Dankjewel. Dankjewel, Faye. Voor je inspirerend verhaal. Ook vanuit jouw perspectief, vanuit het medisch domein ook. En natuurlijk ook vanuit Faro's perspectief. Ik heb alvast één vraag voor je op de chat. Hoe heeft deze kennis jouw werk als huisarts beïnvloed? Ja, dat is natuurlijk interessant. Het is zo'n langdurig proces wat nou precies wat beïnvloedt. En of ik niet al dit ging doen omdat ik er al heel veel interesse in had. Maar ik merk wel dat hoe meer ik in dit thema zit, hoe meer ik bewust ben dat ik als huisarts echt een ontmedicaliseerd taak heb. We medicaliseren, ik denk als samenleving, zo ongelooflijk veel. In plaats van het eigenlijk dus in het sociale domein te leggen en te begrijpen hoe iemands leven werkt. Ook ik denk bij hoofdpijn langdurig, ik moet een neuroloog consulteren. Terwijl als ik induik in, wat is nou eigenlijk speelt er? Oh, je hebt heel veel schulden. Oh, dus heel veel gedoe in de relatie. Nou, dat is niet zo gek dat je hoofdpijn hebt. Dus in die zin, en dat is heel, heel lastig. Maar dat is wel wat ik steeds meer probeer. Ik merk dat het ook dat ik vaak vragen vanuit gemeente krijg van ja, hoe zorgen we dat die domeinen beter met elkaar gaan samenwerken? Hoe leg je verbinding vanuit de eerste lijn met andere domeinen, maar ook andersom? Want niet iedereen staat er hetzelfde in als jij, Faye. Heb je daar ook... Huisartsen zijn verschrikkelijk. Nee, dat weet ik niet. Maar ja, dat is een langzaam proces, denk ik. En ik zie wel steeds meer huisartsen die er ook wel interesse in hebben. En vooral in achterstandswijken, waar deze problematiek het meest is. En waar huisartsen dat sociale aspect heel erg gewend zijn. Ja, wat ik heel erg leuk vond aan dit onderzoek in Noordwest, is die stadsafaris, waarin we eigenlijk die bewoners het woord gaven om uit te leggen hoe belangrijk die samenwerking is. En waardoor je dus tegelijkertijd allerlei aha-erlevenissen had bij alle professionals. En ook het gevoel van, we moeten samenwerken. En dat ook in die stadsafaris eigenlijk al gedaan kon worden. Hè, waren allemaal breakout rooms. Dus het is ook een stuk gewoon doen, denk ik, als gemeente. En het faciliteren. Oké, dankjewel, Faye. Edith, heb jij nog meer vragen in de chat kunnen zien? Ja, ik zie hier wel een interessante. Dat Frank die zei van ja, het werkt niet zo goed als je verwijst als schuldhulpverlening naar vrijwilliger. En hier zegt Faye eigenlijk van ja, maar die mensen zelf vinden het wel heel fijn als ze een soort niet-professional als go-between, als een soort zaakwaarnemer hebben. Misschien moet ik eerst aan Frank vragen. Snap jij deze vraag en kun jij dat ook toelichten? Nee, ja, zoals je net samenvatte, was wat ongenuanceerd, zeg maar. Ik bedoel niet dat het niet goed werkt om samen te werken met vrijwilligers. Wat ik bedoel, en volgens mij zei Faye dat ook, is dat je als je samenwerkt met vrijwilligers, dan is er wel een goede afstemming en een goede warme overdracht, controle op voortgang, echt een intensieve samenwerking nodig. Niet alleen maar verwijzen en dan zeggen van, succes, want ik heb dat bedoel ik een beetje. En het verschilt gewoon heel erg per gemeente hoe dat is georganiseerd en ook weer per partij. Maar ik heb wel voorbeelden gezien waarbij precies dat type kwetsbare minder goed geholpen werd eigenlijk. Ja, omdat daar de hulp eigenlijk werd overgedragen aan een vrijwilliger. Terwijl wat ik Faye hoor zeggen is meer van iemand neemt een soort steunpilaar mee. Klopt dat, Faye? Ja, dat zijn we nog een beetje aan het ontdekken. Het is denk ik deels op het stukje vroegsignalering. Dus kan je iemand in een buurthuis zetten die... waar iedereen gewoon kan binnenlopen en waarbij je onder met een kopje thee en je gemak op gemak voelt, dan op een gesprek komt wat je anders niet zou voeren. En waarbij je dan een eerste eigenlijk aanloop hebt naar goede hulp. Maar ook denk ik inderdaad in het hele proces dat mensen zeg ik zoeken een soort zaak waarnemen.
Ja, of een soort cliëntondersteuner. Zo klinkt het. Yes. Ja. Ja, nee, Anneke. Nee, doe maar Edith hoor. Nou, ik vind ook interessant vanuit schouders eronder de opmerking. Misschien kan diegene dat toelichten. Dat er wel degelijk een wil is om domeinoverstijgend te werken aan schuldhulpverlening. Nou, dat is volgens mij ook echt enorm gegroeid. En dat is echt heel erg fijn. En ketenpartners, dat men die wil opzoeken. En dat er al mooie resultaten zijn. Misschien kan diegene daar ook nog wat voorbeelden van noemen. Ja, zal ik hem even... Mijn collega Joyce heeft dat in de chat gezet, maar ik wil wel even toelichten. Want wat we de afgelopen tijd hebben gedaan en de komende tijd gaan doen vanuit Schouders Eronder. Schouders Eronder is overigens een landelijke programma met als ambitie eigenlijk om de uitvoering van schuldhulpverlening te professionaliseren of door te ontwikkelen. Maar wat we zagen de afgelopen jaren is, een schuldhulpverlener kan het niet alleen. En dat zit natuurlijk ook, nou dat horen we vanochtend... ook steeds terug. Je hebt die keten en die schil eromheen nodig om ja, de mens als mens zeg maar te kunnen helpen. Dus we gaan juist inzetten op die ketensamenwerking van gemeente, maar met daarbij de partners die je nodig hebt voor een bepaald vraagstuk. Nou gaat dat, hè, als het gaat om de link gezondheid en schulden, dan heb je het inderdaad misschien over de huisartsen. Als het gaat om jongeren schulden, daar hebben we een werkplaats op georganiseerd. Daar zat het onderwijs, daar zat leerplicht, daar zaten de wijkteams. Nou, en zo gaan we per vraagstuk eigenlijk echt lokaal kijken in een gemeente met de ketenpartners. Ja, wie heb je eigenlijk allemaal nodig als je het over een bepaald vraagstuk hebt? En die zetten we met elkaar aan tafel. Om te kijken, ja, wat wil je nou met elkaar bereiken? En daar werken we naartoe via de methode van Schouders Eronder. En dat is aan de ene kant echt analyseren van waarom lukt het nu nog niet? Maar tegelijkertijd ook acties formuleren en met elkaar uit gaan voeren. Van nou, we gaan het gewoon anders doen, wat ik net ook voorbij kwam. Ja, op een gegeven moment moet je ook gewoon gaan beginnen en aan de slag gaan met elkaar. Maar zodat je wel aan het eind van het traject, wij hebben dan een traject van 8 bijeenkomsten, echt ook wel ziet dat je met elkaar stappen hebt gemaakt en dat je wellicht een verbeterd of een ander werkproces met elkaar hebt. Altijd met input van de inwoner of de klant of de burger, hoe je het dan ook noemt. Dus dat is eigenlijk het stapje van, nou, we weten heel veel, maar hoe doe je dat dan in de praktijk? En we zien dat dat vaak ook is, ja, toch wel met die verschillende partners om tafel gaan. Dat was de afgelopen tijd online, maar elkaar ontmoeten werkt toch echt wel fijner. Om te kijken van, ja, welke knelpunten, waar lopen we tegenaan en hoe kunnen we die in kleine stapjes met elkaar aanpakken. En soms is dat een samenwerking die al bestaat. En soms is het echt elkaar opzoeken en nieuwe partners ontdekken en daarmee aan de slag gaan. Dus als ik gelijk van de mogelijkheid gebruik mag maken, want we gaan weer zulke werkplaatsen opstarten. Dus als er gemeenten zijn of andere organisaties die heel graag met ketenpartners daar rondom gezondheid en schulden een samenwerking willen starten of samenwerking willen verbeteren, kun je altijd even bij Schouders Eronder kijken welk aanbod we hebben en of dat past. En mag ook altijd met mij contact opnemen. Nou, wat mooie uitnodiging, Marleen. Hartstikke goed. Ik heb nog even één vraag. Is er uit al die gesprekken voor jou al een beeld ontstaan wat nou de behoefte is vanuit de schuldhulpverlening richting die andere partners? Wat zouden zij nou fijn vinden? Wat zou hen helpen om wat breder oplossingen te kunnen aanbieden? Nou, ja, dat is wel een hele brede vraag, want dat scheelt denk ik ook per vraagstuk. Maar er zijn denk ik een aantal factoren die vanochtend ook genoemd zijn, zoals tijd hebben, hè, voor degene die tegenover je zit. Een aantal dingen zit in regelgeving, dus daar kan je dan op lokaal gebied niet zoveel mee. Maar ik merk wel dat de behoefte om elkaar te kennen en elkaar te ontmoeten en te snappen van
dat sluit een beetje aan wat Frank zei. Met welk mensbeeld kijk jij naar je klant of de inwoner? En met welk mensbeeld kijk ik daarnaar? En misschien vinden we elkaar daar niet in, omdat we op een hele andere manier, zeg maar, kijken. En we merken dat in de werkplaatsen gaan veel gesprekken daar ook over. Van ja, kun je dan als keten met elkaar een soort van, ja, tot een visie komen? Of van ja, wat verwacht je dan van zo'n klant? Inderdaad, wil je iemand volledig naar zelfredzaamheid helpen? Of zijn kleine stapjes al genoeg? Dus ik denk dat ja, toch wel dat andere organisaties en ketenpartners leren kennen. En ook kijken, hoe kijken jullie naar de wereld? En hoe kunnen we daar samen stappen in zetten? Dat daar toch ook wel behoefte ligt. Ja, dus misschien stap 1. Ja. En ja, dan kom je ook tot een differentiatie in visie misschien. Dat is ook wel mooi. Ja, en kijk, het is ook goed. Je hoeft niet dezelfde visie te hebben. Nee. Maar dan weet je het wel van elkaar. Ja. Weet je wel? En dat helpt ook al. Dus dat is één. En misschien als aanvulling ook gewoon heel concreet aan de slag gaan. Dat merk ik ook. Weet je wel, mensen hebben ook niet behoefte om er heel lang over te hebben. Op een gegeven moment wil je ook gewoon acties formuleren. En daar gaan we gewoon in de praktijk mee aan de slag. En dan gaan we daar weer op evalueren van hoe bevalt dat. Want dan maak je ook gewoon echt concrete stappen in je eigen werk. En dat is natuurlijk ook fijn. Ja, en als een aanvulling daarop, Marleen en ik spraken elkaar ook in, dat we dat ook meer vanuit Schouders Eronder en vanuit het programma Gezond In onze kennis en krachten gaan bundelen ook, mogelijk ook in een aantal werkplaatsen. En wat ik zie inderdaad in die gesprekken, wat je zegt, elkaars manier van kijken als professionals ook leren kennen vanuit verschillende domeinen, van wat ik soms merkte in gesprek met domein schuldhulpverlening of armoede, is dat het heel vaak, oh, we willen iemand uit schulden helpen, dat is het doel. Maar heel niet zo bewust bezig zijn met, oh, we willen iemands gezondheid verbeteren. Althans, letterlijk, weet je, in de volle breedte. Maar ja, dat, zo zie je als je dat gesprek voert, dat je wel meer begrip kan hebben voor een medisch professional versus een schuldhulpverlener bijvoorbeeld. En daarin vroeg ik me ook af, Faya, jij hebt als huisarts misschien zelfs ook wel zelf ook wel contact met schuldhulpverleners. Heb je dat of niet? Ja, in Utrecht is het allemaal best wel veel via het sociaal buurteam. Dus die zitten er eigenlijk als een soort schil om je als huisarts heen. En die hebben dan weer contacten met de schuldhulpverlening. Dus volgens mij verschilt dat heel erg per gemeente hoe dat georganiseerd is. Ja, ik wilde wel graag iets aanvullen. We werken vanuit VAROS op dit moment ook samen in een groot onderzoek. Eerder uit de schulden heet dat. En waar wij specifiek op focussen is dan de samenwerking tussen de huisartspraktijk en de schuldhulpverlening. Dus daar trainen we nu bijvoorbeeld huisartsen in hoe ze schulden bespreekbaar kunnen maken. En vanuit het lectoraat schulden en incasso is daar ook een onderzoek geweest. En is er bijvoorbeeld ook een rapportage geschreven waarin, geloof ik, 6 verschillende voorbeelden staan beschreven van hoe je dat nou lokaal vorm kan geven. En ze hebben ook een eindevaluatie geschreven van het project Financiën in de Spreekkamer. En dat project Financiën in de Spreekkamer wordt nu ook doorontwikkeld en wordt groter in Nederland ingezet. Omdat er ook wel meer aandacht naar zal gaan. Dat de huisarts een grotere rol zal krijgen. Dus misschien kunnen we dat ook, als we de stukken nasturen, kunnen we die rapporten misschien nog wel opnemen. Dat is misschien nog interessant. Ja, ja, dankjewel Svanne. Ja, Edith, jij hebt al een handje opgestoken. Ik denk dat het vanuit dezelfde lijn is, want ik zie in de chat ook dat iemand ook zegt, ja, ik mis dat stukje cultuursensitieve dienstverlening. Dat stond dan natuurlijk ook op het programma en dat is gerelateerd aan een andere vraag van mensen met spreek je ook mensen met een migratieachtergrond? Hè? Dus zou je misschien daar nog iets over kunnen vertellen, Faya? Wat cultuursensitieve werken als hulpverlener? Ja, het is wel. Ik ben hier expres niet zo op ingegaan, omdat ik eigenlijk vind steeds meer dat op het moment dat je gewoon dat brede gesprek voert en tijd hebt en oprecht interesse hebt in degene die voor je zit, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat voor culturele achtergrond diegene dan heeft. Vind ik hoor, als professional, ja, ik. Hier in Overvecht denk ik 70% van de mensen niet officieel, zeg maar niet Nederlandse komaf. Maar ja, het maakt daarin eigenlijk niet zoveel uit.
hè, als je gewoon contact maakt van mens tot mens, en dat kan je met iedereen over de hele wereld, denk ik, wat voor culturele achtergrond iemand dan ook heeft, dan kan je altijd alles vragen en een breed gesprek voeren. Is mijn optiek, zeg maar. Maar goed, misschien ben ik daar wel te kort door de bocht in, maar dat is eigenlijk mijn antwoord hierop. Ja, misschien is er wel iemand die hierop aan kan vullen, die je misschien ook een ander perspectief op heeft, of jouw perspectief ondersteunt vanuit het publiek. Ik wil wat over zeggen. Ja. Ik ben samen met mijn man praktijkhouder in Haarlem-Schalkwijk, ook al een lage zes praktijk. En toch helpt het ons wel ook wel om wat meer die cultuursensitiviteit te gebruiken. Bijvoorbeeld dat je echt weet als er mensen ziek zijn, bijvoorbeeld binnen de Marokkaanse gemeenschap, dat ze daar echt op bezoek gaan. En dat dat eigenlijk ook min of meer, nou ja, verwacht wordt. En dat gezinnen waar weinig geld is ook echt een probleem hebben, omdat daar vervolgens dan ook allerlei eten meegenomen moet worden en gezamenlijk gegeten moet worden. Waardoor het weinig geld hebben ook echt sociaal en belemmerend kan werken en ook wel uit de gemeenschap in acceptatieproblemen komt. En dat is ook wel grappig, het woord stress roept in die gemeenschap ook iets heel anders op. Dus wij gebruiken liever spanning. Dus er zijn wel, ja, het kennis hebben over wat er binnen culturen eigenlijk gebruikelijk is. En die dus eigenlijk meewerken aan het verhogen van die spanning. Dat helpt ons wel om daar wat meer kennis over te hebben. Ja. Mag ik reageren ook? Ja. Ook een beetje naar aanleiding van beide opmerkingen hebben we uit het onderzoek met drempelslechten wel heel sporadisch, en het was ook absoluut geen vraag, gehaald dat de professional het niet als een probleem ziet, zoals Faya dat ook zegt, als je gewoon interesse toont. En dat is ook natuurlijk waar. Alleen waren er ook wel cliënten die zelf zeiden, ik heb wat wantrouwen jegens iemand met een andere cultuur. Maar als daar een drempel wordt geslecht, en dat kan door interesse te tonen en je open te stellen en je woordgebruik aan te passen, dus wat beide beantwoorders zeggen, dan kan je de drempel slechten. Maar er is misschien voor de professional minder een drempel dan voor de patiënt in ieder geval, of voor de cliënten bij schuldhulpverlening. En dat is ook een spanningsveld. Dat is een... wel iets om rekening mee te houden. Ja, klopt. Als ik dat mag aanvullen vanuit de gemeente waar ik ook mee werk. Ja, daar gaat het ook over een streng religieuze gemeenschap in enkele kernen. Ja. Vanuit de Nederlandse achtergrond. Dus het is niet alleen mensen met een migratieachtergrond, wat hier ook terecht wordt gezegd. Ja, daar hebben mensen inderdaad soms ook wantrouwen als ze niet vanuit dezelfde religie, bijvoorbeeld in de JGZ was dit toevallig, hebben ze wantrouwen en dus aarzeling om daar überhaupt naartoe te gaan, of om daar mee in contact te komen of mee in contact te blijven. Dus dat speelt ook een rol, kan een rol spelen. En ik denk dat de angst bij veel mensen uit migrantenkringen, dat blijft ook uit onderzoek, nog groter is dat er wordt ingegrepen als je iets fout doet. Dus dat de Nederlandse overheid, als jij een fout maakt, iets van je af gaat pakken of je in gaat grijpen in je financiën of in je met je kinderen, hè, dat er onder toezichtstelling. Dus daar, die angst is groot. En er is ook bekend dat het omgaan met schulden tot schaamte leidt, dat er soms echt compleet dubbellevens worden geleid. En dat het helemaal verborgen wordt gehouden. En dat gebeurt overal, maar ik kan me voorstellen dat daar het taboe op schulden nog groter is. Maar ik ben wel eens, ja, het is beide. Hè. Het is wel fijn als je iets van kennis hebt over een aantal culturen. We komen niet meer uit. We zeggen altijd bij Faros, we hebben geen receptenboek voor 200 nationaliteiten, want inmiddels is dat wel zo. Maar de kern is ook oprecht willen ontmoeten en vragen stellen. Dus beide klopt, denk ik. Ja, dankjewel. Even kijken of er nog iets in de chat wordt gezegd of benoemd wordt. Ook de term gezondheid wordt binnen verschillende culturen anders uitgelegd. Ja, dat speelt absoluut ook een rol. En wat ideeën daarover zijn. Het gaat door, cultuuronderdeel.
kan zijn dat generaties lang hebben geleefd met schulden, het dubbeltje dat geen kwartje lukt te worden. Ja, dat klopt ook. Ja. Ik wilde nog vragen van, zijn er nog mensen die vanuit het publiek nog vragen hebben aan de sprekers? Of de sprekers misschien zich ook nog zaken afvragen? Want dan, zo niet, dan ga ik straks langzaam naar de afronding van het webinar. Ik kan misschien nog één dingetje toevoegen aan de discussie. Nog eigenlijk een toevoeging aan de vorige discussie. Wat ik vandaag ook graag misschien had willen doen, maar dat kon nog niet, is wat voorlopige resultaten laten zien uit de evaluatie die we hebben gedaan van het Jongeren Perspectieffonds. Die komt binnenkort publiek op 21 juni. Daar ligt nu nog bij het college en dergelijke. Maar in het kader van positief afsluiten, dacht ik. Het Jongeren Perspectieffonds, voor degenen die het niet kennen, die behandelen probleemjongeren. Kwetsbare jongeren, multiproblematiek. En dat doen ze door 2 jaar lang de schulden te saneren, budgetbeheer in te zetten en te coachen. Echt coachen zoals we het ook vandaag over hebben gehad. Naast iemand te gaan staan en dat soort zaken. Nou, we hebben gekeken, echt 100 dossiers doorgeproefd. Welke resultaten hebben ze behaald? Frank, je valt wel een beetje weg. Probeer in een... Ja. Oké, okay, kom ik ietsje dichterbij. Misschien kom. Maar wat ik erover voor jullie wilde vertellen, is wat het positieve is, is dat uit onze effectmeting komt dat door dat inzetten van het direct saneren en dat coachen, is dat deze jongeren veel minder stress ontwikkelen. En ook puur en alleen al zonder een gezondheidsinterventie 20% minder psychische klachten overhouden. Ben ik goed te verstaan, Edith, of niet? Ja, jammer. Ja. Misschien is het ook je verbinding die wat fluctueert zou kunnen. Maar volgens mij is je boodschap helder. Jongeren? Ja, wat ik wil zeggen is dus zonder echte gezondheidsinterventie. Want, er werd ook de vraag gesteld van... is er nog behoefte? Dus wij dachten, extra GGZ inzetten bij deze jongeren. Maar zonder die interventie is er al 20% daling van gezondheidsklachten. Puur en alleen het aanpakken van de schulden en het coachen van deze jongeren. Ja. Dat rapport wordt publiek beschikbaar en kan iedereen gewoon downloaden. Dus, ik denk heel interessant. Ik hoop dat het een beetje goed. Even nog een technische vraag, Frank. In de chat, hoe wordt dit fonds gevuld? Dit jongerenperspectieffonds? Dus je hebt de Stichting Jongerenperspectieffonds. Die wordt weer gevuld door, ik geloof, ING en Egon. En die hebben een samenwerkingsverband met de gemeente Den Haag. En Den Haag die betaalt voor elke jongere. Dat was ook onderdeel van de opdracht om de besparingen scherp te krijgen. Elke succesvolle jongere betaalt Den Haag weer in het fonds van de stichting. Aha. Ja, duidelijk. Ja. Dankjewel. Ik zie Hanneke nog met een handje omhoog. Waarschijnlijk wil je iets toevoegen? Nou, in het kader van de afronding dacht ik, ga ik toch nog heel even dit gebruiken, ook omdat Frank mij daarop attendeert onbewust. In mijn werkzaamheden voor de gemeente in Nederland en voor kinderarmoede is het schuldhulpverlening ook een belangrijk thema. Het schuldhulpverlening richt zich eigenlijk voornamelijk, en dat doen bijna alle professionals, want je hebt nu eenmaal te maken met de volwassenen. Maar we zien bij het kindgericht armoedebeleid dat het helpen van de volwassenen in schuldhulpverlening voor de kinderen heel erg belangrijk is, omdat het bij de kinderen ook heel veel stress weg zou kunnen nemen. Er is weinig aandacht voor de kinderen, terwijl, en daarom kom ik erop, dankjewel Frank, en ook in het kader van cultuur, dat noemde ook iemand hier, cultuur kan ook zijn dat je gewend bent aan een situatie van armoede en denkt dat dat ook jouw voorland is. Dus het aandacht vragen, dat wil ik graag doen voor kinderen in gezinnen die te maken hebben met schulden. Dat zie ik in alle steden waar ik daarin werk als echt een belangrijk thema, waar niemand eigenlijk nog heel goed weet hoe we dat moeten doen. Maar op de kaart zetten is één, denk ik. En er gebeurt heel veel op het hand.
Dus dat wilde ik nog even toevoegen. Ja, mooie toevoeging, Hanneke. Ook heel belangrijk en relevant. Absoluut. Om te voorkomen dat ook volgende generaties in diezelfde cultuur blijven. Ja. Mooi. Ik ga toen naar een afronding van dit webinar. En als ik even mijn laatste dia kan vinden. Ja. Wat we als follow-up natuurlijk, er werd al gevraagd of we presentaties gedeeld hebben. Wij delen zoveel mogelijk de presentaties, de links, de onderzoeken van dit webinar, rondom dit webinar. U kunt ook de opnames terugkijken en delen met collega's, et cetera. In het najaar zijn wij van plan om het vroegsignaleringsonderwerp te agenderen. Natuurlijk mede omdat het ook sinds januari dit jaar ook een verplicht is in de wetgeving schuldhulpverlening, als ik dat goed onder woorden breng. En ook de koppeling daar met gezondheid. En wij hebben ook, zoals het net al aan de orde is geweest, zoeken we de samenwerking ook met het programma Schouders eronder op. Om ook te kijken hoe we de integraliteit tussen gezondheid en schuldhulpverlening daarin beter kunnen borgen en beter kunnen versterken. En als schuldhulpverlening het verbreden van je eigen kring. Marleen noemde net al een aantal werkplaatsen. Dus mocht je als gemeente ook aan de slag willen met het vraagstuk op verbeteringen op verschillende niveaus, hè, dan wel in het direct contact met de mensen waar het om gaat, dan wel in de wijk, dan wel op het niveau van hè, die verschillende strategieën die je kunt doen als gemeente in je behandelvisie. Meld het dan aan ons. Of aan Marleen Smit van Divosa. En wat we als gezondheid natuurlijk ook breder mee bezig zijn en mee bezig blijven, is bijvoorbeeld de impact van corona op die gezondheidsverschillen. Aan welke knoppen kunnen we nog beter draaien om te voorkomen dat de kloof nog groter wordt? Nou, vroegsignalering in gezondheid had ik het al over gehad. En Sanne noemde daar net al ook het onderzoek waar we mee bezig zijn over die eerste lijn zorgverleners. En wat bij ons altijd een thema blijft, altijd een thema is en ook zeer actueel in gemeenten, hoe werk je samen met de mensen waar het om gaat? En niet alleen de interactie, maar ook het bereiken van de mensen. En dat blijven we agenderen. En nog veel meer thema's, maar dat vergt te veel. Mocht je interesse hebben in wat we nog meer allemaal doen, onderaan staat de link naar onze webpagina. Voor nu wil ik iedereen bedanken in jullie deelname aan dit webinar. Heel interessant, ook jullie input. En wij hopen jullie allemaal terug te zien of dat je ons blijft volgen. En ik wil ook de sprekers van harte bedanken voor hun input. Het was zeer interessant en waardevol. En mooi dat ook op die verschillende niveaus die inzichten zijn gedeeld. Dus voor nu wil ik iedereen een ontzettend fijne dag nog wensen. Mooi weer. En hoop ik nog even goed nagenieten ook.